Welkom. We bijten het spits af met skate. Is het dus een ver? Ben het ik is, de eerste? Ja, het is traditie. Het is nu echt traditie geworden. Okay. Vorig jaar was het soort van een beetje soort van. Nou, hoe, uh, volgens mij uh, ben jij weer de eerste. En, um, nu zei jij uh, volmondig uh, dat dat is gewoon een geschreven regel nu. Okay. Jij bijt het spits af en uh, Boris die sluit, hem, uh, sluit hem dan weer af. Helemaal prima. Ja, toch? En jij bent uh, uh, de derde, zie ik, uh, in deze sequence dit jaar die uh, dat op zijn schoot of op, op uh, in zijn hand heeft. Wat Een teetje? Ja. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat is, er, wat is er? aan de hand met ons? Ja, in mijn geval is het gewoon uh, continue virussen die elkaar in rap tempo opvolgen, met dank aan dochterlief en de kinderdagopvang. Dus ja, om het een beetje ja, te, te temperen allemaal. Om het een beetje te kunnen handelen, gaat er gewoon heel A veel thee in. Antioxidanten. Ja. Hoe, uh, hoeveel, hoe vaak ben je ziek geweest dit jaar? De laatste anderhalf maanden drie, vier keer. Ja, dit is niet normaal. Eerst buikgriep, dan weer een normale griep, dan koorts, uh, dan weer een verkoudheid. Het houdt niet op. We hadden ook nog bijna mond-, hand- en voetziekte, uh, omdat dat heerst op een gegeven moment ook weer op de opvang. Mond-hand- en voetziekte. Mond-hand- en voetziekte. Dat heet ook zo. Ja. Of een. Nee, MHV, mond, uh, zoiets. Mond-hand- en voet. En wat krijg je dan? Uitslag en weet ik veel wat. En alleen dan. op je mond, je hand en de voet. Ja, zoiets. Zo'n mond- en klauwziekte, maar dan voor, voor uh, mensen. Maar dat, ben, je, ben je gelukkig is dat bespaard gebleven. Die dans wisten we te ontspringen om de een of andere reden. Ja, omdat je gewoon je kind niet naar de opvang hebt gestuurd toen. Waarschijnlijk had ze toen een buikriep. <tie> Net op dat moment, ja. Maar het gaat gewoon door. Het gaat, weet je, twee keer corona. Uh, dit jaar, vorig jaar ook uh, dankzij de opvang. Het is geen pretje, maar het schijnt na een jaar of vier minder te worden. Dus we dan, hebben nog twee jaar te gaan. Dan hebben ze uh, hun immuunsysteem is, is, is opgebouwd of zo. Ja. Uh, Oké. Okay. Hey, hoe was dit jaar voor de rest? Goed man. Ja. Ja, ondanks al die ziektes. Echt goed. Ik zat er een beetje over uh, een, een beetje aan terug te denken. de Afgelopen week, God, Dit is op heel veel vlakken wel een goed uh, succesvol jaar geweest voor mij. Ja. En uh, op verschillende fronten. Of het nou gaat om, om uh, het gezin, familie, financiën, uh, happiness, werk. Weet je, het was allround echt gewoon een heel goed jaar voor mij. Ik kan me niet meer heugen wanneer ik voor het laatst zo'n goed jaar heb gehad. Lekker. Is dat, uh, is dat toevallig zo gekomen? Of, of komt dat omdat, je, weet je, omdat iedereen twee zware jaren achter de rug hebt? Of rare jaren voor, voor sommige mensen? Nee, want voor mij is er eigenlijk niet heel veel veranderd. Uh, veel van het werk wat ik heb gedaan, of dat nou hier gaat op GameKings of het werk bij Eurosport, het commentaar of het streamen, dat ging in, over het algemeen gewoon door, weet je wel. Uh, dus dat was voor mij niet... Uh, het, dat heeft niet voor een omme, ommekeer gezorgd of zo. En hoe de rest van de wereld dan met de wereld omging, is dat misschien waarom waar, wat indirect dan bij jou effect heeft gehad? Hmm, hoe bedoel je dat? Nou ja, omdat uh, jij heeft hebt misschien, hebt, hebt misschien niet heel veel uh, uh, nou ja, ver, 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 vervelende dingen gevoeld door, door COVID of, of wat dan ook. Maar de rest van de wereld kon dat misschien wat minder makkelijk handelen. Omdat het, zoals Steven wel eens famously zei van we've trained our whole lives for this, als mm -hmm. nerds. Uh, maar voor, voor andere mensen is dat misschien anders. Dus dat, omdat de wereld weer een beetje normaal begint te worden, uh, dat, het, dat dat ook meetelt in de dingen die jou overkomen? Nou, ik weet niet, want in mijn directe omgeving, natuurlijk. Mijn eigen vriendin heeft twee jaar gewoon volledig stilgestaan. Vanwege haar werk in, 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 in film en series en noem het allemaal maar op. Daar waren gewoon twee jaar geen opnames. Dus um, daarin hebben we ook. Ja, um, dat, dat heeft het ook wel lastig gemaakt, natuurlijk, om die afgelopen twee jaar door te komen. Ondanks het feit dat het bij mij allemaal wel doorging. Maar je moet nog harder werken, natuurlijk, om de boel draaiend te houden voor drie mensen. Aangezien jij de enige bent die echt gewoon een goede bron van inkomsten heeft op een gegeven moment. Dus het was niet alleen maar positief uh, wat dat betreft. Uh, maar, I don't know. Um, ja, maar je vriendin is waarschijnlijk dan dit jaar ook wel weer lekker aan het werk gegaan. Jawel, dat is, dat is weer langzaam en zeker op gang gekomen. En ja, dat, dat heeft dan ook een positieve uitwerking op alles, zeer zeker. Ja. Maar, uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik kijk niet zo heel erg naar de wereld. Dus ik kan er niet zo heel goed over oordelen of zo. Ik kijk echt... Ik ben heel erg uh, met mezelf bezig, zeg maar. Niet op een narcistische manier, maar gewoon. Uh, zorgen dat. dat de mensen om wie ik geef. en die ertoe doen. dat dat alle. dat 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 goed gaat. Meer kan ik niet doen. Ik kan. ik kan niet een hele grote impact op de wereld hebben of wat dan ook. Ik ben maar gewoon. Uh, Richard. En ik heb een vriendin. en ik heb een dochter. en ik heb familie die. die om me geeft en vice versa. En, en daar doe ik alles voor weet je wel dus en um, nou dat dat is dit jaar gewoon bijzonder goed gegaan ja op alle vlakken dus dat, ja. Uh, nou ja waar, waar waar gaan we dan beginnen bij welke van de vlakken ja familie wat wat wat, wat kan je daarover zeggen weet je dat 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 is natuurlijk iets uh, afgezien van dat wij natuurlijk hier uh, op de redactie horen aankomen met een uh, met een, uh, een, een, een neusophaal en een hoesje en dat soort dingen ja Um, maar hoe is dat? Hoe, hoe, weet je, dit, dit, we hebben de, volgens mij is dit de derde keer dat, dat je geïnterviewd wordt met een kind? Omdat je, volgens mij is je kind nu. Uh, Klopt, twee geworden. Ze is in september twee geworden, dus. Uh, was het... Ja, nee, was twee jaar geleden, was, was een paar maanden, denk ik. Ja, precies. Ja. Dus dat, uh, toen was het natuurlijk super nieuw. Uh, vorig jaar was het, denk ik, uh, een soort van de weg vinden en de weg is nu gevonden dan ofzo. Ja. Je, je blijft puzzelen, natuurlijk, weet je wel. Want hè, twee ZZP'ers als ouders, dat blijft een beetje passen en meten. Ken jij dan? Mm, oh, oh, je hebt hier dat staan. Oei, shit. Uh. Dus het is van, je bent geven en nemen. En um, uiteindelijk komen we altijd wel tot een oplossing. Dat, dat gaat soms ten koste van bepaalde andere zaken. Maar dat is nou eenmaal wat het is, weet je wel. Daar hebben we voor gekozen. En... Um, Soms leidt het toch wel tot, tot, tot stress en, 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 en strubbelingen. Maar ja, maar ja, kom op man. Hey, uh, jij was laatst toch al uh, dat aan het doen. Kan ik nou ook eens even dit doen? Nee, dat is niet hoe het werkt, weet je wel. Nee, dat klinkt jij bent... als vrije tijdsbesteding. Niet alleen vrije tijdsbesteding, ja. maar ook gewoon werkzaamheden en zo. Weet je, Klusjes. Um, of al is het een, een avondje weg. Als je met, de, met wat vrienden weg wil. of je wil naar een technofeestje. Ja, maar luister Ik ben ook al zoveel maanden niet meer weg geweest. Maar oh, die, die, die kleine dingetjes. Ja, maar dat, dat hoort bij ouderschap, weet je wel. En uiteindelijk vinden we altijd wel die, die, die gulden middenweg. En het is ook niet zo dat ik uh, heel vaak nog uitga of zo. Die behoefte heb ik ook totaal niet meer. Ik lig vaker dan ooit om negen uur al in mijn nest. gewoon met die kleine meid. En dat bevalt me prima. Weet ja, je wel. Als je niet streamt. Als ik niet stream, inderdaad, ja. Nee, de streamavonden blijven altijd wel gewoon. Eén uur, twee uur uh, en heel soms afhankelijk van de game wordt het nog wel eens wat later. Maar dat is echt een zeldzaamheid uh, in vergelijking met een jaar of vier geleden... toen het nog de normaalste zaak van de wereld was dat ik tot vier uur doorging of zo, weet je wel. Ja, maar dat gebeurt af en toe nog steeds wel eens, toch? Ja, als ik een From Software-achtige game speel waar ik mezelf weer helemaal in vastbijt. Ja, of drie games krijgt van jij. jij. Ja, dan moet het. En uh, soms ook wel eens vervelend, want soms speel ik een, een game die ik moet reviewen nog voor de release... Dan heb ik hem al helemaal doorgespeeld. En dan willen mensen hem toch zien in de stream. Maar dan ben ik daar net helemaal oh, emotionally invested in geweest. En dan, uh, dan wil af. ik het eigenlijk van me afgooien. Maar dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. En daar heb ik soms helemaal geen zin in. Dus soms betekent dat ook dat bepaalde games die ik eigenlijk ook heel graag zou willen streamen. Dat die dan uiteindelijk toch niet gestreamd worden. Omdat ik daar dan net al te veel energie in heb gestoken ofzo. Heb je daar, uh, Ben je daar van tevoren vaak veel mee bezig? Met de planning, weet je, met welke games je doet en hoe, hoe, hoe ver van tevoren praten we dan over? Van sommige games weet ik al heel lang van tevoren. Op het moment dat ze aangekondigd zijn, staat die op mijn radar, weet je wel. Uh, van Armored Core weet ik dat ik die uh, ga spelen. Heb je van, de vorige ge de delen gespeeld? Eh, misschien één of twee. Ja, precies. Maar... Omdat het moest van Game Kings. Waarschijnlijk weet ja. je wel, dat was nog pre-Demon Souls en zo, weet je wel. Uh, dus toen klikte het, klikte het nog helemaal niet zo met me. Maar ja, nu ben ik nog steeds wel terughoudend. Van ja, mekka's is dat echt wel mijn ding. Maar als daar gewoon uh, een, een lekker Souls-sausje overheen. Maar al, al heeft Miyazaki al aangegeven dat er niet veel Souls-elementen in zitten. Maar ik ben toch geïntrigeerd. Het is een From Software game, dus die gaat gespeeld worden. Wo Long. Van uh, Team Ninja. Op het moment dat ik die demo speelde. Die ga ik in februari spelen. Wanneer die uitkomt. Sowieso. En zo zijn er nog wel meer titels. Dan waarvan ik weet van hé. Hey, die gaan sowieso gestreamd worden. Ook omdat ik weet dat mensen die, die, die struggle heerlijk vinden om te bekijken. Uh, het leedvermaak vinden ze fantastisch. Maar ze vinden het minstens zo fantastisch. Als ik na vijf uur op een bos. Struggle. Als ze zien dat ik die daadwerkelijk haal. Aan het einde van de nacht. In mijn laatste poging voor het slapen gaan. Dan gaat zo'n chat ook helemaal los, weet je wel. Ja, dat zowel winnen is leuk als verliezen is leuk en dat soort dingen. Zeker, zeker. Maar dat is inderdaad echt, echt als dingen die, die, die van ver op je radar staan. Hoe, hoe als je, stel je kijkt naar deze maand, de volgende maand. Hoe, hoe vul je dat in? Je hebt in principe vaste streamdagen. Ja. Um, je hebt er tegenwoordig volgens mij ook veel, veel campagnes lopen. Dus dan, dan ben je al aan het, aan het vooruit aan het kijken en afspraken aan het maken over. Maar misschien stel je dat, laat dat een beetje buiten beschouwing of zo. Hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk bij jou als streamer? Uh, hoe geef je dat invulling? Dat is toch een beetje uh, dit zo. Weet je, uh, voor januari, ik heb geen idee wat er gaat uitkomen. En of er überhaupt iets gaat uitkomen wat een beetje in mijn straatje past. Dan gaan we gewoon kijken naar de, back, uh, naar de backlog, weet je wel. Uh, of nou, zo'n Evil West ben ik eens aan begonnen, vond ik leuk. Uh, Crisis Core, Final Fantasy 7, uh, Reunion, allemaal van die games die ik bijvoorbeeld uh, mar, die die Marvel game, uh, die XCOM-achtige game, weet je? Sense. Ja, dat zijn wel die games die al dan niet met campagnes uh, gedaan, maar die heb ik dan drie, vier, vijf uurtjes gespeeld. En sommige daarvan blijven echt plakken, weet je wel? Ik oh, fuck, tof. Daar wil ik meer tijd in steken. Dan is zo'n januari uitermate geschikt voor, uh, voor dat soort games. Om daar nog wat dieper in te duiken. Ja. Dus eigenlijk gaat het dan een beetje op die manier. Soms gebruik ik ook polletjes. Dan heb ik een paar titels waar ik best wel graag mee verder zou willen. Hoeveel dagen dat van op... tevoren is dat? dat? Op dezelfde avond gewoon. Ja, precies. Je ja, af en want... toe dan besluit je gewoon vanavond ga ik dit doen. Ja, ja want soms heb ik ook wel eens... Oh ja, oe, misschien weer eens een keer Rainbow Six Siege spelen. Weet je, voor all time sakes. Maar ja. Uiteindelijk op die avond zelf blijken er te weinig mensen te zijn om mee te spelen. Dan switch ik net zo makkelijk weer naar een andere game. Dus dan gooi ik er weer een polletje in met vier suggesties. En uh, wat daaruit gekozen wordt, uh, dat zal ik negen van de tien keer dan ook gaan spelen. Soms heb ik zoiets van, nee, toch niet? Nee, dat jullie dit, dat, de, dat een kleine meerderheid dit uh, gekozen heeft, betekent niet. Dat ik hier nu echt heel veel zin in heb. En dan ga ik gewoon een andere game spelen. Zo ben ik dan ook alweer. Ja, dus het is niet zo dat je voor volgende week bijvoorbeeld al echt een van die dag ga ik dat spelen, die dag ga ik dat spelen dat je dat al bekend. Er zijn campagnes hebt die al vaststaan, zeg maar. En die zijn meestal één tot drie weken van tevoren wel bekend. Ja. Dus dan staat, want uh, game A komt op woensdag uh, 23 december uit bijvoorbeeld. Dan staat dat voor die avond vast. Ja en dat zijn natuurlijk ook dingen waarvoor je dan al wel wat 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 uh, dat zal vast bij de campagne horen dat je er wat promo werk voor doet en uh, op, de dag van dan... de, op de dag van de social op de dag van de release op de dag van de stream gooi ik er al bijna altijd dat is inbegrepen een Instagram story op bij, bij en een uh, Twitter post ja zijn er wel eens games uh, het afgelopen jaar langsgekomen waarvan je Um, kijk, uh, bij, bij JJ als hoofdredacteur die zegt van als je als iemand een campagne heeft met een game dan wordt die in principe daar weet je die heeft daar een, een afspraak mee um, en dan kan je eventueel biased zijn dus dan doen we daar niet een review met die persoon zijn er wel eens games geweest waarvan je een soort van het jammer bewijzen van bijna jammer vond van ah je, je hebt gekozen voor de campagne want hè, dat is dat beneficial maar ik had er ook heel graag de review van willen doen of, of andersom dat je zoiets had van ah ik heb ik wilde hier zo graag de review van doen dat ik de campagne heb afgeslagen ja, ja, tuurlijk. Kijk, dat is het, het, het dubbele aan, aan, aan dit alles. Weet je wel. Die, die keuze heb ik twee jaar geleden gemaakt toen ik uh, management in de arm nam, zeg maar, die mijn belangen ging behartigen. En toen heb ik ook uh, ja, pittige gesprekken gehad met JJ en, uh, en Boris. Ja. Uh, zijn we tot de, tot de juiste conclusie gekomen van hey, op het moment dat jij voor een campagne gaat. Wordt er gewoon geen review gedaan? omdat je je kan niet met twee petten op zitten. Nou, het kan wel. En ik, nee. denk, ik denk letterlijk dat ik jij kan het kan. Het. Ik ja. zou het kunnen, maar je wil alle uh, van precies. belangrijke verstrengeling en credibility. Uh, wil je weg uit de weg gaan. Ja. Weet je wel? Dus ik ben er echt van overtuigd dat we dat inderdaad kunnen. Dat we dat echt los van elkaar. Maar dat zullen de meeste kijkers of veel kijkers niet aannemen. Maar. Nee. Um, al, al denk ik wel dat veel kijkers het van mij zullen aannemen, omdat ze weten van skate, het altijd recht door zee. Die zal Precies. niet zo snel, uh, weet je wel, een andere mening op een gegeven moment ventileren. Puur omdat hij ook nog een campagne gedaan heeft. Wat, of nee. hij wordt misschien wat voorzichtiger in zijn uitspraken wanneer het een kut game blijkt te zijn. Weet je wel, daar moet je altijd een beetje voor waken. Maar ja. um, ik weet, een, een Steel Rising, een, een, een souls like game, um, daar had ik een campagne voor. Volgens mij is hij niet eens gereviewd. Uh, maar dat was zo'n zo game, die had ik graag ook willen reviewen eigenlijk, omdat uh, het gewoon een hele toffe game was, die under de radar bij veel mensen is geweest, geen hele grote titel, daar had ik inmiddels uh, een review, uh, dat, had, dat had een behoorlijk positieve review geweest, omdat ik er echt over te spreken was, ja. nou, daar had ik dat ook via die weg een beetje aan de man kunnen uh, krijgen, zeg maar. Ja. Niet dat een Ja, is een review daarvoor bestemd? Deels. Ook. Ja. Um, omdat je gewoon soms ook de kleinere titels... toch een beetje onder de aandacht wil brengen. Um, dat, dat was zo'n titel die ik graag had willen reviewen. Ja. En zo zijn er wel meer titels geweest. Time Dat uh, was ook zo'n titel, een kleinere titel. Maar een beetje black zeg maar. Ja, dan wil ik ook dat meer mensen dat uh, te zien krijgen, weet je wel. En dat gebeurt dan... Niet of heb ik hem wel gereviewd? Weet ik niet. Dat ik mag, even, in principe maar... mag het niet. Volgens de regels. Nee, maar ik heb, volgens mij niet, ik heb daar geen uh, campagne van gedaan. Dus het kan, gewoon, oh, zijn, het kan zijn dat ik daar gewoon wel een review van gedaan heb. Ja. Maar, maar goed, dat soort games review ik nou eenmaal graag. Weet je wel. Dus... Zijn, zijn er inderdaad. Kijk, JJ als hoofdredacteur die is natuurlijk aan het worstelen tussen uh, wat, er, wat er speelt in, onder, onder onze kijkers. Uh, wat er speelt überhaupt in, ja, gewoon in, in de wereld qua qua, weet je, een God of War, moet je reviewen, bij wijze van: gewoon dat is te, te groot om, om het niet te doen. En onze eigen, um, onze eigen uh, interesses. Zijn er, vindt vind dat altijd aansluiting? Of zijn er heel veel games waarvan jij denkt van nee, maar ik, ik, ik zou hier meer games kunnen aanbrengen die, die jij nu niet op de, op de, op de roster zet ofzo? Het is wel dankzij die uh, vele campagnes die ik dit jaar heb gehad. Dat mijn ogen wat meer geopend zijn voor. Andere soorten games ook. Games die je ook niet zo snel uh, hier ziet in review vorm uh, op Gamekings. Daar zou iets breder naar gekeken kunnen slash mogen worden. Um... Jij hebt sowieso natuurlijk wel een bepaalde smaak. En het, daar gaan we dan natuurlijk ook als Gamekings wat, wat meer ook je in die richting af en toe pushen, maar de. De, ja, wat zijn het niet? Ik wil niet B-game, maar de Double A-games. Mm -hmm. Weet je, de, de van Play-On en al de, al de die, die RPG's Remnant. En weet ik het wat. Dit jaar was natuurlijk een hele grote pleektail. Maar dat is ja. iets dat misschien in een jaar, zoals, weet ik wel, in, in andere jaren een, een, een hele ondergesneeuwde kleine game is. En volgens mij dit jaar heel veel aandacht heeft gehad. En terecht. Het is gewoon kwalitatief een heel sterke game. Ja. En uh, dat vorige deel gaf de aanzet al. En twee uh, ja, is op die weg uh, doorgegaan. En je ziet gewoon dat zo'n. Um, hoe heet die publisher nou? Dat is die Focus Entertainment. Ja. Je ziet dat die met steeds uh, interessantere en ook daarmee ook steeds grotere titels uh, op de markt komen. Ja, en dat, dat juich, ja, ja dat, dat, en dat juich ik alleen maar toe. Weet je wel, ik vind dat tof dat nu ook steeds meer ruimte ontstaat en waardering voor uh, dat soort bedrijven, die ja, toch gewoon een beetje onder die. Ja, in de schaduw opereren van, van, van de big boys. Ja. En toch wel goede kwaliteitstitels uh, uh, neerzetten. Steel Rising. Uh, ook van hun. Uh, Requiem. Ja, dat soort, dat, dat, dat soort titels zijn gewoon... Uh, ja, sterk, weet je wel. Zie je dat meer en meer komen? Er zijn wel eens van die jaren dat je, soort van dat, dat het middensegment, dat is een beetje op denigrerend misschien, maar dat het gewoon heel goed is of heel veel is. Mm -hmm. uh, hoe hoe heb, je dat, uh, heb je dat ook gezien dit, dit jaar? Ja, was het veel? Weet ik niet. Was het goed deels? Er zit natuurlijk ook nog steeds een rotzooi tussen. Uh, maar het ja, wordt vrij makkelijk weggefilterd. Omdat er vrij veel keuze is, is het vrij makkelijk ook om de rotzooi opzij te schuiven. Ja, maar er is dus wel veel keuze. Er is zeker wel veel keus, ja. ja. er zijn genoeg releases geweest het afgelopen jaar. Ja, laten we dan gewoon daar nog even over hebben. Ik ga straks wel weer even circle back. Maar hoe vond je uh, 2022? Ja, ik hoorde dat veel mensen bijvoorbeeld heel veel moeite hadden met, een, met het samenstellen van een top 10 om daar even op vooruit te lopen. Maar uh, die kwamen tot zes titels, uh, vijf, zes, zeven titels. Ja, ik denk dat ik het woord matig het meest heb gehoord als, uh, uh, als, als beschrijving van het jaar. Ik heb dat totaal niet gehad. Maar dat komt omdat dat middensegment mij zo aansprak, denk ja. ik wel, weet je wel. Wat, wat andere mensen eigenlijk gewoon volledig over het hoofd hebben gezien. En um, ja, ik kom zo aan 12, 13 titels die in een top 10 terecht kunnen komen. Dus um, ik heb er echt een aantal weg moeten laten ook nog. Uh, een paar late entries. Um, toch nog even buiten de deur gehouden, omdat ik er te laat aan begonnen ben. Net wanneer ik mijn top 10 had afgerond. Dus. Um, ja kijk kijken we naar de echte toptitels dan heb je een God of War, Ragnarok zeg maar wat heb je dan nog meer, Elden Ring en daarna komt al het andere voor mijn gevoel qua groot, groot zijn, kijk, een stray en weet ik wat dat is allemaal leuk en dat is allemaal weet je allemaal leuk en aardig maar dat heeft niet die absolute triple A status als een God of War en een Elden Ring. Horizon en Gran Turismo misschien? Horizon, Forbidden West dan. Al is dat helemaal niks voor En Modern Warfare. Die heeft het ook geknald dit jaar. Ja, maar ja, dat is meer mainstream, commercieel. Maar straalt er nog steeds die triple kwaliteit uit? Ik denk dit jaar, ja, zag ik wel heel veel hype eromheen. En ook heel veel marketing trouwens. Wat het natuurlijk bij default dan triple A maakt. Maar... Ja. Oké, okay, laten we die woordgemak er even bij gooien. Maar die, die gooien we er elk jaar bij. Ja. Nou, soms, als het, soms heeft hij echt een dipje, denk mm. ik, die, die franchise. En dan misschien niet, maar... Ja, ik heb het wel eens vaker gehoord. Oh, Call of Duty is terug, hoor, mensen. Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb, het, ik heb twee keer de multiplayer gespeeld. Twee twee avondjes en twee avondjes Warzone. En toen heb ik het weer weggelegd. I don't know. Het pakt mij niet meer zoals het me vroeger pakte zeg maar. nee maar dat, 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 dat horen we natuurlijk al, al vaker in de ja. interviews en dat heb je, heb je vaker gezegd. vroeger was dat echt je ding. Is je, hoe is dat dan met je gamesmaak is is die heb je die zien veranderen uh, dit jaar of heb je daar inderdaad soort van heb je geobserveerd van oh wacht ik merk nu dat dit of dat. nee dat wat ik al tof vond in de, wat ik uh, alleen maar meer ben gaan waarderen in de afgelopen jaren dat is eigenlijk gewoon op dit jaar is dat doorgetrokken zeg maar. En ik had het geluk dat er. Maar wat, nog... wat is dat? Hoe, kan, hoe zou je dat omschrijven? Nou, ik ben nog specialistischer geworden eigenlijk. In mijn, of mijn smaak is nog specialistischer geworden. Specifieker. De action-RPG's in de From Software Hoek. De Souls-like Hoek. Uh, als maar er is... ook maar iets is wat er ook maar een beetje op lijkt. dan duik ik daarop, weet je wel. Maar je hebt de, die, 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 de vaandeldragers daarvan. dus de echte Souls, de, je, de, de From's, de games. Ja. Die zijn daar zo goed in. En dat, daar hou je zo erg van. Ho, hoezo zijn dingen die daar naartoe proberen te migreren. dat verschil in kwaliteit is toch te voelen. en, en hoe, hoe, hoezo ja, vind dat je dat de, dan nog wel toch? Dat maakt het niet automatisch slecht, weet je wel. Ik bedoel, ik zie heel erg dat ze. Hun, ik, ik, ik zie dat ze heel erg hun best doen. om ook maar iets van die kwaliteit van een From, from Software game uh, te emuleren. Um, een Steel Rising, een Time Mesa. Uh, maar. Ze doen dat met dusdanig genoeg eigen identiteit en eigen game mechanics die ze toevoegen, dat het, een, dat het gewoon een, een hele toffe variant is op of binnen het genre. Ik vind het niet een rip-off. Nee, 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 nee. Het, het is toch inmiddels een genre op zich geworden. Ja. Dus ja, ik ja vind maar het... je speelt al de, de, de heren-meesters uit dat genre. Of die speel je ook. En dat zijn de games die je, hoog in jouw top 10 staan. Ja, maar als je gaat racen, dan kun je ook niet altijd in een Ferrari of in een McLaren of een Mercedes stappen. Het is toch, kan geen kwaad om ook af en toe even in een iets kleinere auto te stappen. En, en daar kun je het ook plezier in beleven. Ik weet niet, ja. ja I don't care. Ja. Weet je? Ik bedoel, het heeft een zekere charme om kleinere studio's uh, pogingen te zien doen. En ze daarin toch deels en soms volledig te zien slagen. Dat kan ik wel waarderen, ja. Ja, dus je, je gamesmaak is inderdaad verder gespecialiseerd in. Gefeit, ja. Ja, ja. En, en voor de rest nog uitgebreid? Of, of heb je bepaalde dingen juist buiten de deur gehouden? Dat je denkt van nou hier ben ik met dit genre, ben ik helemaal klaar? Of met, dit, met deze game of franchise? Um, moeilijk te zeggen, moeilijk te zeggen. Um, ik heb toch wel weer aardig wat genres waar ik normaal gesproken niet zo snel in zou duiken uh, getoucht. Mede weer dankzij die campagnes. En een aantal van die genres hebben mij daarin ook weer heel erg verrast. Dat ik van fuck, dit is toch gewoon toffer dan ik de afgelopen jaren eigenlijk uh, dacht. Weet je wel. Ik heb veel van die genres heb ik toch een beetje buiten de deur gehouden. Uh, maar ik heb mezelf hier een beetje uitgedaagd. Je moet wel, je moet niet te complacent worden, zeg maar. Zeg je, dat? je moet niet, uh, niet te veel achterover alleen van, oké, okay, dit is wat ik leuk vind om te spelen en de rest boeit me niet. Je moet jezelf wel blijven prikkelen, ook wat andere genres betreft. En Waarom? Anders wordt het ook allemaal zo eentonig natuurlijk. Weet je wel. Je moet, dan, dan, dan zit je te veel in dat gangetje, gangetje, zeg maar. Um, je, je, je raakt te veel afgesloten van al het andere. En dan wordt het heel moeilijk om op een gegeven moment ook nog andere dingen en genres te waarderen. Dus het is wel goed dat ik af en toe ook gewoon die uitstapjes blijf maken. Zodat ik in ieder geval. Mijn, zodat mijn oriëntatie breed genoeg blijft. Dat ja. vind ik ook wel belangrijk binnen mijn werkgebied natuurlijk. Ja, dus je hebt nooit een ideetje of een momentje gehad van ah, nu heb ik even niks te spelen. Nee, gelukkig niet. Er is altijd wel iets wat me aanspreekt. Ja, dus een aardig gamejaar. Wat is het? Wat is het woord? Wat je ervoor zou, welke stempels uitgeven? Een wat? Stempel? Het game? Het gamejaar? Het gamejaar 2022 was? Um, toereikend. Ja. Niet, niet, amazing dus. Nee, het was niet super amazing. Nee. Alle, oh, ja, ik ja. Ik ben een simpel mens, weet je wel. Een Elden Ring is voor mij al gewoon genoeg om een heel jaar uit het slop te trekken. Als het, al, ja. als het, als het, als het zo'n zo ellende geweest zou zijn. Maar gelukkig was er meer dan alleen Elden Ring wat mij vermaakt heeft. Dus uh, nee, man, ik, mij hoor je niet klaar hoor. Ja, speel je ook nog uh, games? Uh, ja, nee, dat, dat weet ik trouwens wel, maar dat is ook voor de kijkers wel leuk. Uh, als je, wanneer je niet streamt, veel namelijk bijvoorbeeld Koos en, en Kevin die zeggen van nou, ah, weet je, dan, ik, die drie of vier avonden per week dat dat is, uh, dat, dat neemt al zoveel van mijn tijd in dat ik de rest van de dagen uh, f, f, ja, andere dingen doe. Voetbal of films of zeer weet je dat soort dingen. Hoe is dat, uh, hoe is dat bij jou? Ik heb daar bijna geen tijd meer voor. Nee, ik zou het wel graag willen, maar het kan gewoon niet. Weet je wel. Is, is, is de stream dan bijna een soort van: nou, het is niet een excuus, maar gewoon een hele goede uitkomst om te gamen? Uh, nou, als het geen streams waren geweest, dan had ik die drie avonden wel gewoon opgeëist, nog? Okay. Want er moet wel gewoon gegamed worden, weet je wel? Ja. Uh, dan wel voor werk, dan wel voor GameKings bijvoorbeeld. Ik heb, die, ik heb die avonden, ik heb ze nodig. Uh, en soms heb ik het ook wel gewoon in de weekenden, overdag. Uh, maar dat is dan ook voor GameKings bijvoorbeeld. Dus naast de stream. Uren, dat zijn er zo'n 15 à 16 in de week gemiddeld, heb ik ook nog wel, uh, ja, claim ik ook nog wel, een, een twintigtal uren gemiddeld zo in de week om uh, off-stream mijn werk te doen. Of heel soms ook nog wel eens even voor mezelf uh, gewoon te gamen. Maar voor mezelf gamen is, zit er bijna niet mee in. Wat, 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 ja, dus en, maar dat, dat zijn misschien ook, als je dat inderdaad, als je puur voor jezelf zou gamen, hoeveel games zou je dan per jaar spelen? Drie, ja. Precies. Ja, zoiets, denk ik. Maar ja, soms wilde. Oh, er komt er weer een campagne aan. Voor, oh, oh, Destiny, maar dan moet je level 1580 zijn. Kut, ik heb het al een tijdje niet meer gespeeld. Ja, dan moet ik even off-stream. Moet ik even grinden. Even ja. een paar dagen. Even flink weer op level komen. Zodat ik ready ben voor die campagne. Zeg maar. Weet je wel. Het is grappig dat, dat ik denk dat van alle Gamek's presentatoren, jij inderdaad, jij, jij hebt gewoon een jouw volledige werkweek. Zo'n, nou maar ja, wat je net omschrijft, bijna misschien wel 40 uur bestaat uit gamen. Terwijl we hier, we maken natuurlijk content rondom gaming, maar we zijn niet ja. de hele tijd zelf aan het gamen. Dus jij, jij denkt dat jij verreweg het meeste gamet, toch? Ja, maar het is niet meer die uh, 40 tot 80 uur die ik er af en toe instak, wat ongezond veel was natuurlijk. Weet je ja, wel? Het is ook wel eens twee keer zoveel geweest nog. Ja, ja dat sloeg helemaal nergens op. En wat dat betreft ben ik blij met de situatie zoals die nu is. Weet je wel? Want uh, ik heb weer meer tijd voor andere dingen gekregen daardoor. Ik. Uh... Ja, enerzijds is het pijnlijk dat ik wat vaker hier uh, aanschuif. Of dat, dat, is, is het gewoon jammer dat ik hier niet, niet meer zo vaak aanschuif als vroeger. Want vroeger was ik overal voor uh, in te zetten. Hey, ja. game, oh shit, uh, die kan niet. Of uh, we hebben deze game nog voor je. Uh, drie dagen. Mm, kun je sque squeeze het in? Ja. Uh, oké. Okay. Ja, ik ga hier weer gewoon <laughs> hè, zombie mode. Twee, drie dagen lang nachten doortrekken. Ja, dat... is ook wel vet natuurlijk. Nou, maar het is niet gezond. Nee. Uh, en het is niet oké. Okay. En nee, uh, nou, gewoon... nee, helemaal niet te combineren met, met, uh, met, uh, met je, een vriendin en een kind. Nee. Dus ik ben blij dat ik. Ja, ik, ik, ik ben daarin wat, wat resoluter geworden. Weet je, gewoon je, je, weet je even goede vrienden. is not gonna happen, man. Ja. Weet je, het gaat gewoon niet gebeuren. Dit weekend is al uh, voor de familie, voor het gezin. Ja. We, hebben al, we, we, we hebben plannen, sorry. Weet je, en dan, dan, dan zegt hij wel, ja, kut. Maar dan is het aan mij om uh, iemand begrijpt anders voor toch? te zoeken. En dat begrijpt hij ook gelukkig wel. Ja. Dus, uh, ja, ergens blijft het jammer. Want, uh, tuurlijk, uh, ik... Mijn hart ligt nog steeds hier en ik, ik wil nog heel graag mezelf. Voor, zoveel mogelijk in kunnen blijven zetten. Maar ja, de realiteit leert gewoon. Uh, dat dat gewoon niet meer zo makkelijk gaat als vroeger. Nee, nee, precies. Maar er, er valt altijd een, een balans in, in te vinden. Mm -hmm. Je zei net uh, dat je dus inderdaad nu wat tijd he over hebt voor andere dingen. Wat, wat voor andere dingen? Ja, gewoon nu, zeker nu ik uh, mijn rijbewijs aan de auto heb. gewoon eventjes een dagje op en neer naar uh, avonturen, uh, molenwaard. Naar Fien en Teun, weet je wel, of zoiets. Uh, ja, nee, ken je Fien en Teun niet? Nee, natuurlijk niet. Uh, Fien en Teun, de boer en het boerinnetje, ken je niet? Oké. Okay. Maar uh, ja, dat komt misschien nog wel ooit. Maar een dagje Efteling, even, je, met de auto op en neer. En ja, gewoon deadlife is, is, is een groot gedeelte van de, de, de andere spare time. Ja, spare time. maar voor mij voelt het bovenal... Uh, meer dan deadlife voelt het aan het freedom. Uh, vrijheid die ik echt heel erg veel jaren... Niet per se gemist heb, maar voor het was voor mij niet anders. Weet je wel. Openbaar vervoer. Ja, ik woon ja. in Amsterdam. Ik heb geen auto nodig. Fuck dat, weet je wel. Ik kom er wel met de, met de bus, metro en trein en tram. Ja, één keer in de drie weken of zo een keer in een breedje daar. Dat, uh... Ja, maar dat was kut. Dat werd op ja. een... oh, je Oh, We die kinderwagen de bus in, de bus uit, de trein <laughs> in, de trein uit. Weer de bus in, weer de bus uit. En nu je gooit de kinderwagen achter in de auto. Kom, we gaan lekker naar opa en oma in Breda, weet je wel. Ja. ja dus, Jesus Christ. Dat maakt het invullen van een weekend zoveel makkelijker dan dat hele kapot plannen met de NS-app en 9292 en gedoe en gesjouw. Weet je wel, met tassen en weet ik veel wat. Dus, uh... Zit je relaxed in de auto? Ja, ik zit er. Uh, ja. De eerste dag, weet ik nog wel, ik moest, uh... ik moest in mijn eentje naar de Efteling. Want mijn vriendin en mijn dochtertje waren al bij mijn uh, moeder in Breda. Dus zij kwamen vanuit Breda naar uh, de Efteling. En dat ik dan in mijn eentje dat, uh, meteen, uh, dat stuk af moest leggen. Zonder uh, Paul, uh, mijn rijinstructeur, weet je wel. Ja, ja dat was even. Uh, ik merkte, oef, weet je, het wel. Het zit een beetje vast. Nu, hè, weet je wel. Ja. Aan het einde van de rit. Maar terug. En ook terug natuurlijk. Want o, dan heb je opeens verantwoordelijkheid. Want dat. dochter en vriendin achter en uh, naast me. Die zitten ernaast. Of die, die zitten in de auto nu. Ja. Dat is een, een stukje extra re responsibility. Waar ik ook nog niet mee gedeeld heb. Dus dat was ook pittig. Maar uh, daarna is het eigenlijk allemaal uh, lekker van me afgevallen. En rijd ik vrij relaxed nu uh, door het leven. Al moet ik nog steeds een uh, maand of zeven wachten op mijn uh, parkeervergunning. Want dat is heel kut. Dus ik, ja, ja, Zodan, mijn auto ja. staat nu in een parkeergarage onder een hotel. Park B. Voor 150 oh, ja. euro per maand uh, op Sloterdijk. Dijk. Is, is niet een bad uh, bedrag. Uh, het is veel voor veel mensen. Nee, wat maar... is vervelend dat ik dan eerst even. 10, 12 minuten op de fiets moet om ja. mijn auto op te halen. Om ergens naartoe te kunnen. Aan de andere kant, ja, het is niet anders, weet je wel. Nee, hoe is dat gegaan met, met, het, met het selecteren van, van, de, van de auto? Of is dat gewoon aankomen waaien? Nou, ik mijn, 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 mijn boekhouder erover gesproken. Uh, young timertje. Ja, die begon over een young timer. En andere mensen, Steven ook nog even als, als automan. Heb je maar, hem even gevraagd? Ja, ja, ja. 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 En, uh, maar voornamelijk, voornamelijk ook mensen in mijn chat eigenlijk uh, zitten toch ook heel veel mensen met, met kennis van zaken. En uiteindelijk ben ik met uh, Hitch, een van mijn moderators ook, uh, zijn we, zijn we uh, ergens opgekomen uh, en Nissan. En toen, uh, toen zijn we samen naar Den Haag gereden naar die, uh, naar die garage, Vettig. naar die dealer. Ja. Met je ja. community ben je gewoon inderdaad die auto gaan, uh, gaan uitzoeken. In principe wel, ja. ja. Hij heeft er nog een paar honderd euro vanaf weten te uh, krijgen. <laughs> hij stond met zijn salaris tegen de, tegen de, tegen de velg. En van, ah, ik <laughs> weet het niet, er we <laughs> zit wel wat roest op. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ik, ik, ik ben daar wat minder uh, goed in natuurlijk. Maar haalt er duidelijk ervaring in. Ja. Hij is echt een salesman die guy. Dus uh, die kan nog een vieze onderbroek aan me verkopen bij zo'n Vet. Maar uh, nee, dat was uh, uiteindelijk wel een uh, goede, goede deal die, we, die ik heb gemaakt daar. Ja, nice. Hoe is het met je, met je community? Is hij, is hij gegroeid dit jaar? Is hij uh, hetzelfde gebleven? Is hij gezelliger geworden? Hij is wel gezellig. Heb je, heb je er dingen mee gedaan uh, buiten, buiten de stream om? Nou, toevallig. Uh, een maandje geleden was er een, uh, een ROG community event. Ik, ik, ik maak ook deel uit van Team ROG uh, tegenwoordig. Met uh, Simon Zeilemans, met Joshua Kane, met Marcella, met uh, Keeselina. En dan mocht ik mocht 25 van mijn community members uh, uitnodigen daarvoor lekker eten lekker drinken ja. ik had ik had mijn eigen whisky de skate dat was een Japanse whisky een nika en uh, hoe bedoel je dat huh? oh die die dat was dat, noemde, ja, ieder, dat hadden e, e, ze e, daar zo gelabeld. Ja. precies weet je wel en uh, een beetje game en zo en uh, ja toen waren er 25 van mijn community members daar en dat was moeilijk kiezen nou ja, ik heb gewoon gezegd, wie van jullie hebben er zin? En wie van jullie is er niet socially awkward, weet je ja, wel? Ja. En er zaten er wel een paar tussen, hoor. Die, uh, socially awkward. Die moesten eventjes uh, even ontdooien, zeg maar. Want ja. Ja, is het is toch anders dan de gezellige jongen uithangen... of gezellige meid uithangen in een chat... en daadwerkelijk gewoon uh, in gezelschap opeens... Uh, in druk gezelschap zijn. Maar ik moet zeggen dat uh, iedereen snel ontdooide... en het werd echt, echt heel erg gezellig. En eens te meer werd wel gewoon de, de kracht van mijn community uh, duidelijk. Het, is, het zijn over het algemeen wat volwassendere mensen die gewoon over het algemeen lekker goed met beide benen in het leven staan. En uh, ja, ontzettend tof om uh, om mee te zijn. Uh, ook ook IRL zeg maar. Ja. Dat je normaal, uh, nou ja, niet op stream doet, maar dit soort dingen is natuurlijk een, een uitzondering. Ja, yeah, ja. Binnenkort ook gaan we met een paar mensen naar weer naar een whisky festival in Alkmaar in februari. Uh, met wat mods en wat andere mensen ook en uh, ja, dat, dat zijn die leuke dingen ik ben niet die guy, met, kom we gaan met 50 man naar de Efteling yeah, <laughs> fuck nee. that weet je wel ja. of uh, naar uh, Six Flags we door ook allemaal, Walibi World rot ja. op met die shit, daar heb ik toch maar geen tijd voor joh. Maar, nee, uh, dat is voor de kids inderdaad En een whisky festival is natuurlijk dat, maar dan voor de, voor, voor de grown-ups precies dus uh, nee, ja, ik hoef niet uh, heel erg uh, een soort van twee maandelijkse uh, uh, onderrondje te hebben met mijn uh, community. En dat weten zij, dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Uh, de band die wij gewoon hebben is, uh, is gewoon, zoals die is, is gewoon ontzettend goed. En er komt zo af en toe wat bij, weet je wel, en er gaat af en toe wat weg. Dat is gewoon een beetje die, 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 die dat, dat natuurlijke uh, flow hoe dat ja. gaat, weet je wel. En, maar het is uh, heel solide wel, heel solide. Heb je, hoe is het met je streamkanaal uh, uh, gegaan? Uh, is, is het gegroeid? Uh, wat heb je gezien op Twitch dit jaar? Weet je, want volgens mij heeft Twitch de viewer count algemeen wat naar beneden gegaan. Omdat mensen weer aan het werk zijn na de lockdown. Ja, maar dat is het grappige. Daar heb ik echt nul last van gehad. Ik hoor mensen klagen over. Oeh, na de lockdown oe, zijn mijn cijfers allemaal gekelderd. Ik weet, bij mij loopt het gewoon echt uh, zo heel, heel langzaam. Heel stilletjes. gewoon. Kruipt dat gewoon nog steeds omhoog? Ja ik heb helemaal geen dip gehad of wat dan ook omdat ik weet niet mensen hebben me eenmaal gevonden, hebben me inmiddels gevonden en hebben niet heel erg de behoefte om ergens anders een hel te zoeken en of het nou lockdown is of niet S'avonds willen ze even gewoon even tot rust komen en dan weten ze dat ze bij mij kunnen zijn weet je wel en dus nee ik ben het is, een, het is super stabiel eigenlijk gebleven de afgelopen het afgelopen jaar ja en dat is nice of wil je meer groei hmm. Ik weet, niet, ik weet niet of ik meer groei wil. Uh, als ik nu zie dat met mijn, ja, wat zal het zijn, gemiddeld tussen de 175 en, en 325 kijkers, zeg maar. Um, en de campagnes die steeds maar blijven binnenkomen. Je, je hebt blijkbaar dus niet altijd 1000 kijkers nodig of wat nee. dan ook, of 500 kijkers nodig om. Gewoon lekkere campagnes te kunnen binnenhengelen of wat dan ook. Al zijn de campagnes natuurlijk niet heilig. Het moet niet allemaal daarom draaien. Maar het is fijn dat ik nu ja, gevonden word door zowel kijkers als business. Precies, weet je wel. En dat er een, een balans in is. Ik heb wel eens iemand doorzeggen van het is al een beetje jammer dat Skate zoveel campagnes heeft de laatste tijd. Hè. Ja, daar moet ik wel een beetje. Ik bedoel, dat is iets waar je wat je wil voorkomen, natuurlijk. Maar aan de andere. Gelukkig uh, zegt 99% van hey, You get that back, man. Weet je wel? Gewoon. De... Nou ja, en ja, dat inderdaad. En aan de andere kant, als de content er niet veel anders door wordt. dan precies. moet dat niet uitmaken. Natuurlijk. Nee, want het zijn altijd wel games die ik sowieso zou willen spelen. Ja. Er zijn ook games die ik afwijs, bijvoorbeeld. of campagnes die ik afwijs. Ja. Omdat ik zoiets heb van. ja, maar ik wil mensen. Ik wil mijn community niet opzadelen met, met. Een dating simulator. Of vieze, ongezonde energy drinks. of wat voor ijs of pizza dan ook, weet je wel? Nee. Nee, dan, dan ga ik voor een uh, air-up bijvoorbeeld, weet je. Gewoon geurpots, maar je drinkt gewoon water. Het is een mindfuck. Maar het is gewoon gezond, want het is water wat je drinkt. Ja. Daar kan ik achter staan. Maar niet achter uh, caffeine, based, weet ik veel, whatever the fuck, poedertjes en shit. Nee, daar hoef je bij mij niet bij aan, voor, voor aan te kloppen. Dus ik ben wel redelijk selectief wat dat betreft. Ik, ik pak niet alles aan omwille van oh, geld, 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 geld. Nee, niet. Want nee. dat, dat dan... Dan ben je jezelf ook een beetje aan het verloogen naar je community toe. Dus daar waak ik wel voor. Maar dat is heel grappig. Jij heeft natuurlijk ook al wat input geeft hij voor dit soort uh, uh, interviews. En die heeft zoiets van volgens mij inderdaad, je financiële situatie is heel, heel goed. Je ja. mag heeft... het na 20, 50 jaar in de marge. Nou ook? dat, hoe, hoe voelt dat? Ja, dat is echt. Pff. Daar is ook boeien van me af, uh, weet je, oh free at last, ja. weet je? niet dat je gekke dingen gaat doen, maar het voelt uh, vrij. Nou ja, ik heb een auto kunnen kopen, ja, okay. ik heb ja. een rijbewijs kunnen halen dit ja, jaar, ver. weet je ja. wel. Uh, dat is ook gewoon bij elkaar, weet ik veel. Ik zeg maar 10 k of zo. Ja, dat had ik uh, vorig, of twee jaar geleden had ik dat niet kunnen bevroeden... dat ik die uitgaven zou kunnen doen. Ja. Want dan was het altijd Oeh. Als ik mijn BTW maar gewoon op tijd kan afdragen, weet je wel of de inkomstenbelasting, weet je? Ja, ja. Oh, de huur, weet je niet meer aan hoeven denken dit jaar. Het is fucking fantastisch, man. Ja, dus, ja, dat... En dat ik denk, oh, oh, dat het op 50 jaren leeftijd dan nog kan uiteindelijk. Juist, hè? in principe is dat ook niet heel gek. Het is iets waar mensen naartoe werken. Een soort van financiële vrijheid is een groot woord. Maar... Ja, nou, naartoe werken. Het is niet alsof het bij, van, even... bij mij vanaf 2000 zo gegaan is. Nee, bij mij is het vanaf 2000 zo gegaan. Een uh, dipje naar beneden. Uh, hoofd boven water. Ja. Uh, zo. En dan, uh, Help. dus Drinken. <laughs> Crap, ik heb help. drie maatpakken gekocht, sorry. Ja, maar en, en op een gegeven moment. Uh, Eeuw, gewoon eigenlijk sinds vorig jaar. Ja. Uh, geen enkele garantie dat het volgend jaar ook weer zo gaat zijn. Maar voor nu cherish ik dit moment wel. Ja. ja. Gewoon even. dat oh, oh, dus dit is hoe het is om gewoon vrijheid te kunnen ademen, zeg maar. Weet ja. je wel? En me niet druk toe te maken om blauwe enveloppen en uh, stapels rekeningen en shit. Weet je? Gaat dat, uh, denk je dat je het in kan houden of, of gaat het doorslaan? Dat je op een gegeven moment weer straks met een vergils-Pimpkein uh, op de redactie opgestrompeld op komt. Nah, because that happened! I know, I know. Het <laughs> yeah. uh, is belachelijk. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar toen dacht ik even, oh, ik had misschien een, een leuke gig of zo. Dus ik had even leuk verdiend. Yeah. Uh, dan ga je gewoon, uh, dan kop je een Hugo Bos pakken. Uh, Pim een Pimpkein. Een Pimpkein, ja. Nee, dat is gewoon een paraplu man. Ja, nee, nee, nee. Ik zweer het. Volgens mij was het niet de paraplu. Het was een stok met gewoon zo'n gouden knop erop. Nee. Volgens mij was het niet de paraplu. Ik <laughs> heb nooit een pimkane gekocht man. Nee, niet in maar wel een, een, een stok. Het was geen stok. Ik ah, heb nooit okay. een stok gekocht. Ja, daarna was, was je zo'n flamboyant loopje met dat pak dat het leek op een pimpkame. Dat zal het geweest zijn, inderdaad. Maar ja, ik denk dat dat gewoon ook even is geweest toen van fuck, ik heb zo lang gestruggeld. Ik heb nu een beetje geld. Dan ga ik het even uitgeven ook. Weet je. Ja. Even, dat ik even ook kan voelen hoe het is om een uitgave te kunnen doen. De ja, definition van, of hoodridge. Ja, precies. Maar nu, ja, er, is, er is nu geen sprake van hoodridge. Er is nu gewoon uh, sprake van uh, een gezond inkomen, zeg maar. En daar handel ik ook gewoon naar. Ik ook ga gezonde geen... uitgaven. Huh? Ook dus gezonde uitgaven. Gezonde uitgaven sowieso. Ja. Uh, het is heel lang geleden dat ik een jaar lang in het zwart heb gestaan op mijn rekening, zeg maar. Nou, dit jaar was dan dit jaar. Was dat was, was zo'n jaar? Ja. Uh, ik heb. Ik heb. Ik heb. zo'n zakelijke rekening. tot min 5000 euro. Uh, kon je rood staan. <laughs> nou, ik denk dat ik 15 jaar. 20 jaar <laughs> wel gewoon. Eigenlijk. Uh, min 3500. Uh, min 1500. Oké. Okay. Oh, nice. we, we komen er bijna. We komen er bijna. Min, min 3000. Ja. 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 En uh, er kwam maar geen eind aan. Maar je, je bent steeds weer. Omdat. Ja. Je probeert het te dichten, maar op een gegeven moment, ja, je moet ook weer je uitgaven. Je hebt je uitgaven en zo. En die rente er overheen. Precies. En op een gegeven moment, het, het geld was er. En toen was hij, oké, okay. boem, gooit er allemaal op. Oké, okay. eh, bam, 5000 euro, maar op in zwart. En dan kwamen er weer wat klussen bovenop. Hé, hey, wow, ja. ik sta een paar duizend euro in het zwart. Ja. Dit is ongelooflijk, weet je. Ja. Maar. Um, ja, het, het begint nu stilaan een beetje te wennen zelfs. En ja. uh, dat is fijn. Ja, ja hopelijk gaat dat uh, lang door, inderdaad. Ik hoop het ook, ja. Even kijken, ik heb nog een paar. Inderdaad, we, we zaten het net al uh, over, over die, die, die alle dingen die uh, veranderd. Koffie is nog steeds niet op de, op, op de radar, hè? maar waarvoor was dat ook alweer? Uh, omdat het gewoon. Na mijn eerste keer corona was dat. Toen dronk ik weer een kopje koffie en het smaakte echt naar rotzooi. Ik kreeg het ah, niet het onder was gewoon smaak. Ja, maar mijn smaak palet was gewoon helemaal uh, aangetast nog. Ja. En toen dacht ik, nou, weet je wat? En ik hoorde ook, mijn broertje had een hoge bloeddruk en mijn andere broertje had ook weer met zijn. dat was ook weer iets met zijn bloeddruk en weet ik veel wat allemaal. Mijn vader heeft ook issues daarin. Ik zeg, nou, dan kan ik dit zo goed ook gewoon maar even, even gewoon stoppen daarmee. Uh, met roken was ik inmiddels al gestopt. Toen ik hoorde dat mijn vriendin zwanger was, ja. Ik denk. Laten we eens even kijken of het uh, ergens toe leidt, weet je wel. Of het gewoon. Uh, uh, ja, even kijken of ik me daar beter door ga voelen. En maakt het verschil? Geen idee. Nee, maar ik ga, ik, ik ga er maar ik gewoon vanuit dat dat wel zo. zo is. Ja, precies. Dat, dat is als zo. ik nu bijvoorbeeld mijn bloeddruk zou laten meten, dat ze zeggen van oh, dat is best aardig. Drinkt u geen koffie. Ja, nee, dat klopt, weet je wel. Blijf. <laughs> Hé, hey, en volgens mij hebben we het hier ook nooit echt over gehad. ben ik ook wel benieuwd naar. Dat, hoe, hoe, hoe doe je dat thuis met, met eten? Uh, weet je, kook je vaak, Kook je vriendin vaak. Uh, haal je, zoals mijn broertje uh, zou zeggen, bestel je vaak brommetjes. Uh, en helemaal nu je een soort van in het zwart staat. Bestel je nu meer brommetjes? Uh, ik heb al eigenlijk best vaak wel brommetjes uh, laten langskomen. Maar zeker nu ook met die kleine. Ik wil haar zo min mogelijk uit potjes laten eten. Uh, is het wel belangrijk dat we regelmatig in de keuken staan? Uh, ik, ik sta dan ook best vaak nog in de keuken. En uh, probeer zoveel mogelijk gevarieerd eten te maken. Maar ja, soms is het ook wel eens dat mijn vriendin later thuis komt. En dan moet ik even iets voor mezelf bestellen, zeg maar. En uh, dan ga je niet iets. zelf even uh, aan de slag nog. Nou, nah, dat vind ik dan weer minder. Ik, ik kook graag voor ons twee of drie. je ja. wel. Voor mezelf koken vind ik dan een stuk minder relaxed of zo. Omdat ik, ik hou altijd rekening met meer uh, shit, zeg maar. Ja. Dus. Um, Nee, dat, dat komt er dan weer niet zo vaak van. Dus dan uh, wordt er nog wel eens besteld. Uh, of we zijn allebei gewoon echt kapot na een lange dag. En dan besluiten we ook maar even wat uh, te bestellen voor, voor ons samen. Maar dan haal ik wel iets uit de vriezer voor, voor de kleine, wat ik eerder al heb uh, gekookt worden. Precies, wat zijn dingen die je graag kookt? Uh, Pastaatjes, Indisch uh, Hollands. Dishes. He? Heb je Indische dishes? Ja, zeker. Ja, bami qua, is vrij makkelijk. Een soort bami soep met kool en met uh, varkensvlees, ei, uh, een lekkere, niet al te sterke broth. Nice. En het eet zo lekker weg, jongen. En dan met zelfgemaakte, van uh, die, die, die ketchup sambal, zeg maar, weet je ja. wel? Die maakt het helemaal af. Gefruite uitjes ook nog. Ja. Voor de bite. Ja, heerlijk. Lekker. Een Soort van poor man's bami soep, maar echt zo ontzettend lekker. Nou ja, zoals die zo gevuld is inderdaad, dan klinkt het dan, dus niet meer poor, dan is het niet meer dan is niet meer de indomie. Nee. Ik, zag, ik was trouwens in Indo, hè, maand. Overal ja. Indo, miskeid. Het is ja, echt, het is, die shit is real. Bielijk. Die shit is echt heel real. Ja. Ja. Ik wacht nog steeds tot, tot Indomie uh, sponsor van me wordt, man. Ja, snap ik. Doorie. Ik weet niet of ze hier überhaupt zoveel doen in Nederland. Nee, ja, uh, je hebt distributie kanalen, maar dat zit volgens mij. Ja, ze gaan uh, steady uh, als ze gaan. Ik had ook nog een keer uh, ik had ook opgeschreven: een soort van. Hier lopen dingen nog wel eens uit. Mm -hmm. En dan kan ik kan me voorstellen dat, dat jij had afgesproken dat je, weet ik, om vijf uur je kind zou ophalen. Hij heeft ze wel een soort van. Een uurtje moeten wachten op papa op dat uh, Jelle en Je Jij niet konden stoppen met lullen. Nee, 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 nee. Omdat ik altijd zorg voor genoeg speling. Uh, ik zeg, ik moet uiterlijk half vijf weg, anders gaat het gewoon niet gebeuren. Ja. En dat is tot nu toe altijd wel goed gegaan, gelukkig. Ah, ja. dat, vind ik wel, uh, dat vind ik dan wel weer uh, opvallend dat we dat hebben kunnen. Um, bewerkstelligen. En anders soms... is het nog altijd de vriendin die eventueel nog uh, mocht het zo zijn dat ze niet op locatie ergens is. Nee, maar dat, dat, dat kan ik me voorstellen dat dat, dat dat wel eens samen ook, jullie zijn ook wel eens samen aan het werk, toch? Ja, zeker. Maar gelukkig is het tot op de dag van vandaag nog niet zo geweest dat, uh, dat we de kleine uh, tot uh, half zeven op de opvang uh, hebben moeten laten zitten. Nee, maar nou, gelukkig. Dat, uh, even kijken hoor. Zijn er nog, uh, ja, ik denk dat, dat we nu een groot gedeelte van het jaar wel hebben uh, gecoverd. Moeten we denk ik een beetje rustig gaan naar de, naar de games uh, migreren. Prima. Tenmin, ja, hoe, hoe, hoe het jaar is geweest uh, als gamejaar heb je denk ik al uitgelegd. Hou je. Weet je, zoals bijvoorbeeld. Hou je ook bezig met de industrie zelf? Weinig. Weet je toch? Ja, ja. oké, okay, precies. Maar natuurlijk, ja, want ik, ik zie hier de grote dingen echt wel uh, langskomen. En, uh, maar. Ik vind dat altijd een beetje lastig om, om mijn meningen daaromheen te formuleren. Omdat ik niet goed genoeg uh, van de hoed en de rand weet, zeg maar. Nee, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld, weet je, dat steeds meer dingen games als een service worden, of streaming, weet je, uh, uh, abonnementsvorm, uh, dat soort dingen. Heb je daar nog ontwikkelingen waarvan je zegt van, ah, daar ben ik psyched voor, of vind ik juist vervelend of raar? Ja, ik heb daar ook allemaal geen hele sterke mening over. Ja, ik zie het allemaal wel, en als het de kwaliteit van de games uiteindelijk maar ten goede komt, ja, dan vind ik het prima, maar het moet ook niet zo zijn, aan de andere kant, dat mensen daar een rip uit hun lijf voor kwijt moeten zijn, zeg maar hoe bedoel je? Het moet niet te veel geld kosten allemaal voor de consument. Nou ja, kijk, als je drie je games je moet niet twintig abonnementen af hoeven sluiten, want dat kost gewoon te veel op een gegeven moment. Ja, maar drie games samen, drie full price games zijn ook duur in een jaar natuurlijk ja. voor sommige mensen. Ja, maar veel mensen spelen niet meer dan vijf, zes titels uiteindelijk in een jaar, dus uh, het zijn nee, wel van die afwegingen die je maakt natuurlijk. Ja, ja, precies. Maar dan ben je dus zelf inderdaad. Is dat niet, te zien, niet, niet bijvoorbeeld ook in je community langskomen? Vragen daarover of discussies daarover? Een soort van: hé, maar ik vind dit heel relaxed of. Valt wel mee eigenlijk? Iedereen zit gewoon altijd te kijken naar wat je doet. Wisketje zit ja. je erbij. Dat is meer uh, iets voor GameKings. Bij, bij GameKings komen dat soort dingen vaak langs. Ja, omdat het omdat... ook onderwerpen zijn die vaak besproken worden. Bij mij is dat wat minder. Ja, omdat wij ook het nieuws uh, behandelen en uh, wat dan ook natuurlijk. Precies. Um... Welke game heb je het meest gespeeld dit jaar? Ja, dan is het misschien toch die 125 uur in Elden Ring. Ik weet niet of dat ook meteen het meeste is van alle games die ik gespeeld heb. Ik denk het eigenlijk wel. Je hebt, eh, volgens mij doe je ook met de community wel eens, of met Goals met, met zelfs, eh, Race Ja, ja. Ik voorstellen dat dat aantikt. Formule 1, inmiddels ook ondersteund door ROG. Dat gaan we ook nog verder uitbreiden. Ik zat nog zelfs te denken aan twee divisies. Met twee grids, maar dat wordt wel heel erg veel werk. Maar... Het hele raceseizoen rijden we inderdaad die 100% races. En dan ben je toch ook vaak al uh, twee uur tweeënhalf uur per race kwijt. Nou ja, hoeveel races waren er een stuk of 24? Ah, ja, dan kom je alle 60 uur, 60 uur, 60 uur zeg 60 maar, ongeveer. Uur. Ja, oké. Okay. Het is niet dat je daarvoor nog ook nog test de practice runs of wat dan ook. Nou, nou doen we doen wel inderdaad uh, qualifi qualifiers, maar dat is 20 minuten. Dus uh, die, die, die is inclusief dan die 2, 2,5 uur met de race. Nice. Dus daar zit ook wel wat tijd in inderdaad. En nou ja, eigenlijk bijna alle andere games die ik van begin tot einde uitspeel, dat is toch vaak ja, 40 tot 60 uur ongeveer, of 20 uur. Uh, het zijn eigenlijk niet allemaal van die lange games meer. Ik kan ze niet uitspelen, weet je nee. wel. Nee. Helaas. Uh, maar ja, wanneer ze 10 tot 20 uur zijn, dan is het prima te doen. Ja. Zijn er teleurstellingen geweest dit jaar? Oh, fuck yeah. Ja? Tuurlijk. Kun je er een paar opnoemen? Uh, ehm. Ik had het laatst nog een heel lijstje doorgegeven aan JA. Maar. Uh, nou, dan heb je hem in je app staan, toch? Ja, in de app, ja. ja nou. dat, hadden we toen, uh, dat hadden we toen besproken, toch? Laatst in de GameKings app. Gewoon teleurstelling van het afgelopen jaar. Nou ja, dat is denk ik of voor deze gesprekken, of het is uh, misschien komt het nog langs in een, in een stream. Dat zou ook nog kunnen hoor. Is dat zo? Hebben de kijkers dat misschien zelfs al gezien op dit moment. Maar hmm. het is ook een van de, lijst, van, van de vragen die jij graag wilde stellen aan, uh, um, aan de mensen hier in de stoel. Maar uh, als, als je ze niet... Uh, en, en veel mensen antwoorden namelijk uh, dat het gaat om uh, uh, vooral veel uitsteldingen. Dat dat teleurstellingen waren. Uh, ik heb zelf wel een, een lijstje met uh, teleurstellende games uh, uh, die langskomt. Um, maar ja, misschien heb jij dat ook. Ja, een aantal games. ik een aantal games waar ik campagnes voor gedaan heb. Dus dat is wel een beetje zuur. Uh, je, je bent het aan het spelen. En tijdens het spelen heb je. Zo, ja. Dit is rough, rough, <laughs> rough, inderdaad, weet ja. je wel. En, maar je kan op dat moment niet. Uh, je kan niet vol met de botterbaal erin. Precies, weet je wel. Je kunt wel zeggen, oeh, dat ja. had ik toch graag anders gezien. Nou, ja. zo'n bijvoorbeeld een, een balance fall van Square Enix uh, en Platinum Games, notabene, oh, ja. die ik ook hoog heb zitten. Ja, daar had ik echt meer van verwacht. Maar ik zag al in de aanloop naar de release van die game van, oh, dit gaat, uh, dit, dit, dit gaat er niet worden, denk ik. En uiteindelijk wordt dan ook bijvoorbeeld die, die, die online service, uh, dat je online met elkaar kunt spelen, die wordt volgens mij in januari ook stopgezet. Nog geen jaar na de, ja. na de release van de game. Ja, dat geeft al aan dat het uh, absoluut geen uh, doorslaand succes is geweest. Nee. Uh, maar ook een. Ook een, ja, een Saints Row had ik ook al niet echt hoge verwachtingen van. Maar wist ook gewoon die. De beetje, een beetje verwachtingen wat ik had, wist hij ook niet echt waar te maken. En nee, ik had daar nog wat stille hoop van. Maar dat is inderdaad ook niet heel erg uh, nee. doorgebroken. Rainbow Six Extraction was er ook zo een. Ja, ja ik ben een Rainbow Six guy, weet je wel. Ja. Maar dat hele voortraject al, het was eigenlijk uh, quarantine. Ja, Toen ze die, die, dat die... was eerst een, 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 uh, een expansion van Siege, volgens mij. Nee, het nee, zal een stand-alone worden. En um, maar ja, oké, okay, ik snap het wel dat ze die titel veranderd hebben... ...maar op een gegeven moment werd hij ook weer uitgesteld. En ja, uiteindelijk komt hij uit een beetje stilletjes, uh, vrij geruisloos... ...en gewoon ja, niet heel erg sterk. Het is gewoon geen game waarvan je, zoals bij Rainbow Six Siege... ...dat hij nog wel jarenlang ondersteund zou uh, kunnen worden. Ja, dat, al vrij snel werd duidelijk dat dat uh, niet ging gebeuren. Het, was ook, het, had helemaal, het heeft helemaal niks meer met Tom Clancy te maken, toch? Nee, ja... De, Die heeft uh, nooit geschreven uh, over neon-alien-shit. Virus, aliens, weet ik veel wat allemaal. Het, is, het was heel, heel erg ver gezocht, inderdaad. <laughs> ja. En, um, ja, Gotham Knights vond ik niet sterk. Same. Um, Jammer, want dat is niet per se jouw ding. Nee, nou, nee, nee, nee ja, maar ik, heb het, ik moest het ook reviewen. Ik kreeg... Hey, um, ja, we hebben toch nog één iemand nodig. Uh, kun je dit weekend even op Gotham Knights duiken? Nou, dan hoop je dat het iets, iets is, weet je wel? Volgens mij zat jij daarnaast me zelfs nog wat positief uh, 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 tegen mij. Dat je zegt van ja, maar het was best aardig. Ja, maar niet wat je verwacht van een nee. titel als uh, Gotham Knights, weet je wel? Nee. En zo heb ik ook nog, ja, Ghostwriting Tokyo had ik ook meer van verwacht. Ja, bijvoorbeeld. dat heb ik ook genoemd als teleurstelling. Ja, dat, dat. Waarom was dat? Weet je dat? Het kwam niet helemaal uit de verf of zo. Het is... Ben je wel eens in Tokio geweest? Ja. Wat, wat, wat zijn daar de, de wat, wat, is daar, wat is daar zo speciaal? De complete vibe toch? Gewoon de, 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 de Big City lights, de, de mensen. Precies. Ja, die waren er niet. Die waren er niet of nauwelijks inderdaad. de ziel. Ja. was weg. Ja, de Big City lights waren er nog steeds. Het zag er mooi uit, maar de ziel, de mensen, dat is de hele punt natuurlijk van die game. Dat was weg. En toen had ik zoiets van: dat heb ik heel lang soort van, oh, dat is, dat is waarom het niet lijp is. Ja, vond ik. Er waren ook wel een aantal dingen ja, game gerelateerd die behoorlijk teleurstellen, maar dat daar kom ik nu eventjes niet op. Uitstel dingen, dingen waar je heel erg naartoe kijkt en uh, die ja, zijn uitgesteld. Dus zijn, we, zijn we daar, beginnen we daaraan te wennen, een uitstel? Want ja, het, was al, ik het is al twee, drie van, jaar nou, zo. Joh, breng het allemaal nou uit wanneer het goed is, wanneer het af is. Maar kom gewoon even met minder harde release dates of zo. Laat het niet overkomen alsof het een zekerheid is dat die daadwerkelijk op, dat, op, op die datum gaat uitkomen. Ik weet, het moet. Je moet met die data komen voor, uh, voor, de, voor de baasjes. Die, uh, die dan en dan uh, cijfers willen zien. Maar ja, eens te meer uh, is wel weer gebleken dat het lang niet altijd werkt. Ja, maar door COVID is natuurlijk ook zijn er denk ik meer dingen uitgesteld. Maar jij hebt. ja, had dat altijd al. Maar het is niet zo dat je het nu irritant vindt of zo dat, er, dat, dat het nog meer is dan normaal. Nee. Zolang er maar gewoon steeds games blijven uitkomen die me aanspreken. En dan vind ik het allemaal niet zo erg. Jammer, Zolang ze er maar niet allemaal uitgesteld worden naar de, dezelfde andere maand. Want dat wordt weer een probleem. Ik zie nu al, februari en juni. Gaan echt. juni. Sinds wanneer is juni opeens een maand aan het worden, weet je wel. Februari was tot vier jaar geleden ook totaal geen nee. maand waar mensen rekening mee hielden. Het was altijd oktober-november. Ja. Dan kwam al het grote samen. Nu komt fucking, weet ik van wat voor. Uh, Echt 100.000 titels die we aanspreken in februari uit. Juni, Juni. notabene, vlak voor de zomervakantie, waar niemand geld uitgeeft aan videogames doorgaans. Ja. Opeens komen er in juni grote titels uit. Ja, ik denk dat één partij ooit had gedacht van nou, laten we, laten we eens kijken wat het doet als we, als we de enige zijn in de zomer. En dat hebben we toen ineens 40, nou, 20 partijen bedacht. Ja. En dan is het nu ineens druk. Ja, ja gek. Maar aan de, aan de andere kant, ja, wel lekker dat er nu wat meer spreiding is. Dus. Ja. Uh... Gewoon dat we gedurende het hele jaar toch toffe titels uh, krijgen. Hoeveel heb jij er bij elkaar kunnen sprokkelen dit jaar? Ja, wat ik al zei uh, eerder. Ik had er makkelijk twaalf uh, in mijn top 10 kunnen gooien. Mag ik best. had makkelijk top 12 kunnen maken. Ja, maar ik heb dus uiteindelijk heel voor tien titels gekozen. Zonder mentions. Gewoon een cleane top tien. Een top voor Cyberpunk 2077. Ja? Heb ik vorig jaar al gezegd. Want die heb ik niet kunnen uitspelen toen. Uh, ik heb hem dit jaar uitgespeeld. En ik heb me er echt heel zwaar mee vermaakt. Uh, op de PC liep hij uiteindelijk gewoon uitstekend. Door die middels die grote update ook. Hij liep eigenlijk op de PC al uh, prima. Maar uh, nee, ik heb hem echt met veel plezier uitgespeeld. En ik kijk ook wel uit naar die, uh, die uh, DLC met uh, Idris Elba die eraan aan ja, zit te komen. Net aangekondigd, of in ieder geval nu we hier zitten. Ja, die was een paar weken geleden aangekondigd bij de Game Boy. Oh, de Video Game Awards, dat was het inderdaad. Ja. ja. Heb ik ook zitten kijken in, in de hoop, een of ander SICK-hotelbed. Joh. <laughs> Was leuk. Dat was bij jou in de ochtend inmiddels, ja. Zoiets, ja, klopt. Ja, ik heb toen ook live zitten streamen. Was leuk. Klopt, ja. Dat, ik heb dat toen ook nog even gezien, dat je dat aan het streamen was. Ja. En dat was heel vreemd, omdat het bij jou inderdaad laat in de nacht was. En bij mm. mij was het uh, morgens. Ja, voor dat soort dingen wil ik nog wel eens even wakker blijven en wat slaap inleveren. En uh, ja, de rekening gepresenteerd krijgen om half acht ochtends, wanneer uh, dochterlief wakker wordt. Daarover gesproken, eventjes. Uh, heb je vakantieplannen? Want je dochter is natuurlijk nu op een leeftijd, en dat, dat zie je natuurlijk, denk ik, ook een beetje met de tripjes die je nu maakt. Het, het maakt nu sens om dat soort dingen te doen, omdat ze, weet ik veel, praat en dingen registreert en mm -hmm. dingen leuk vindt. In plaats van dat alles gewoon bewegende dingen zijn. Ja, ja, voor Indo vind ik het nog te vroeg. Omdat ik haar, ik wil echt dat ze oud genoeg is dat ze het echt allemaal eens kan opnemen en kan ervaren. Uh, dat is nu gewoon nog te vroeg. En, ja, we zijn in september naar uh, uh, Formentera geweest, het eilandje onder uh, Ibiza. Dat was heerlijk. Maar dat is ook op nog geen vier uurtjes vliegen. Dat is voor haar ook prima te behapstukken. weet ja, je wel. Dat ging goed. Zij ze, 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 ze lacht als ze, als ze opstijgen en neerdalen. Ja. terwijl andere baby's beginnen te krijzen. Dus ja. ze vindt het tof. Maar 17 uur in een vliegtuig is een, is, is een ander verhaal. Weet je ja. Ik kijk dan nog een beetje te veel tegenop uh, om haar dan mee te nemen op zo'n lange trip. Uh, dus ik. Ik denk dat als ze een jaar of vijf is of zo, vijf zes, ja, dan dat lijkt me je het. geschikte leeftijd om met haar naar Indonesië te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Is ze makkelijk? Ja, ze is vrij makkelijk. Ze is wel, ze heeft fases dat ze heel erg huilerig is en zo, um, dat ze wat minder lekker, uh, makkelijk slaapt. Maar ja, uiteindelijk is het wel een easygoing uh, meisje, hoor. Precies. Je had nog een uh, mensen volgens mij. Twaalf. Um, toen ik. Toen ik. Ah ja. Ja. Ja, die valt gewoon net buiten mijn top 10 uiteindelijk. Of ook echt een hele, hele charming game. Heel klein team. Volgens mij één guy met nog wat andere mensen die er aan hebben gewerkt. Maar het was echt een hele toffe game. Een beetje die old school Zelda. Ik, ik ben geen Zelda guy. Absoluut niet. Maar dit sprak me wel aan. Het was een toffe game. Uitdagend ook. Ja. ja, leuk. Tof. Nou, ja, mooie, mooie mensen. Dus ik ben benieuwd naar jouw uh, top 10. Eigenlijk wil ik Cult of the Lamb ook. Uh, een Honorable Mansion uh, wil ik ook geven. Honorable geven was ook een toffe game. Nou, als mensen daar over die games alle twee meer willen weten... dan kunnen ze naar het interview van Kevin kijken. Dat verbaast me niks. Precies. <laughs> ja. Top 10. Tijd. Na een uurtje uh, gelul over het leven. Nou, en gaming trouwens. Nummer 10. Ja. Uh, een van de eerste games van het jaar die ik gespeeld heb. Dying Light 2 Stay Human. Uh, die heb ik uh, grotendeels in mijn eentje gespeeld. Ook een paar keer co-op met, uh, met Daan. En, uh, hier en daar wat rough around the edges. En, maar ik had niet verwacht dat ik hem zo tof zou vinden. Ik vond het echt een, een, een leuke game die mij uh, van het begin tot het einde wel uh, heeft weten te boeien. Heb je één gespeeld? Nee. Oké. Okay. Uh, Stukkie. En dat dat, dat, dat dat over daken springen en zo, dat, dat was gewoon niet helemaal mijn ding. Maar uh, in, in deze game vond ik het wel echt goed uit de verf komen maar ondersteund ook door een uh, alle verhaal dus uh, ja, ik vond het zeker tof om uh, te spelen speel je nog uh, um, kijk dit is echt een zo'n steeds ja je ziet veel open world games uh, uh, en dat wordt steeds meer een ding dat ze dat, dat dat ze het doen om het doen open world zijn hoe uh, speel jij die nog ben je niet klaar met dat genre uh, dat hangt er wel vanaf hoe je de invulling aangeeft Elden Ring was in principe ook een open uh, open world game uh, met hele grote verschillende segmenten daarbinnen. Uh, op die manier vind ik het. tof om te doen. Uh, maar ik ben klaar met dat. gebiedjes aanlokken. Uh, mechaniek, zeg maar. Ja, dat vond je hier niet. niet uh, te apparent, uh, dat soort. Nee, nee, ik vond het hier uh, niet. Ik, ik vond ook gewoon die. Uh, uh, dat je de ene keer koos voor. de ene factie en de andere weer koos voor de, de andere. Dat je dat blauwe en het rode gebied kreeg en zo. Ik vond, het wel, ik vond het wel een meerwaarde hebben. Ik vond het niet irritant of um, in je face of wat dan ook. Nee, oké. Okay. Maar ja, het er is ook wel een reden dat hij op 10 staat en niet op 3 bijvoorbeeld. weet je, wel. Ja, maar je hebt meer dan 12 games gespeeld in het jaar. Dus uh, dat hij er überhaupt in staat, dat is al een uh, Nou, ja, nee, Ik vond het vermakelijk genoeg om hem in mijn top 10 te zetten. Ja, ja 9. Um, op 9 heb ik staan, dat was de late entry. Marvel's Midnight Suns. Um, was een streamcampagne bij me. Uh, ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten. Ik dacht: oké, okay, ja, XCOM. Het zal wel uh, turn-based zijn. En dan uh, op de manier zoals XCOM Games. Maar um, uh, goede voice acting. Niet moeders mooiste, grafisch gezien. Maar is, ik, vind, ik vind dat ook onderhevig aan, aan uh, de game mechanics, zeg maar. De game mechanics en, en de diepgang. Met de cards die je had, de, de random cards die je dan steeds kreeg. Uh, de balans was heel sterk. Ja, ik vond het uh, heel erg uh, tof en uitdagend. En zeker ook uh, ja, die, die, die special moves die je kon uithalen op een gegeven moment. Dat zat echt wel heel erg tof in elkaar. Ik heb hem nog niet kunnen uitspelen, maar ik heb hem lang genoeg gespeeld om te weten van, hey, dit is echt wel de kwaliteit waar ze mee aan zijn gekomen. En heb je het echt over de gameplay? Hoe, hoe vond je de, de superhero vibe? Ja, goed. Yeah? Ja, niet euh, corny of euh, weet je. Euh, op een manier zoals dat bij andere superhelden games is. Waar de fuck ben ik nou aan het kijken? Wat is het voor asshole? Weet je, met een, met een kutstemmetje. Nee, dat zat hier echt gewoon euh, heel erg goed in elkaar wel. Ja, precies. Het schijnt niet zo heel superficial te zijn. Het schijnt vrij in-depth uh, 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 yeah, comic book stuff te zijn. Ja. Niet over de top. Uh, dus ja, nee, nee. Zeer vermakelijk. Tof. Ja, ik ben heel benieuwd naar die game. Heb jij dat nog niet gespeeld? Nee, ik was in Indo toen hij uitkwam, tuurlijk, dus tuurlijk, uh, ja. er staat op mijn lijst. Lijkt me wel iets voor jou. Zeker. Ja. Ja. Nummer 8. Op nummer 8 heb ik staan de Bloodborne Rip-Off. Ja, maar toch ook weer niet. Timezha. Een vrij kleine game uh, waar ik in mijn eerste playthrough offstream een uurtje of 25 mee bezig was. En uh, volgens heb ik hem op stream, omdat ik hem tof, tof genoeg vond, heb ik hem opnieuw gespeeld. Toen was ik er een uurtje of 15, 16 klaar mee. Maar een leuk mechanisme werd er hier aan toegevoegd. Je had namelijk een, een witte balk. En eerst moest je dus met een speciaal wapen die witte balk wegchippen. En onder die, dat witte balkje stond, was dan ook een groene balk. En daar moest je dan weer met een speciale, uh, uh, met zo'n zo klauw, zo'n groene klauw, moest je die groene balk eraf chippen. Deed je dat niet snel genoeg, dan werd die witte balk ook, liep die witte balk weer vol. Ja. ja, voor extra uitdagingen. Ja, snap ik. Dus, ik, ik. Ik krijg al kippenvel in mijn nek als ik er naar luister. Natuurlijk. Doodje stemmen precies. Maar nee, dit, ik vond het echt een heel tof uitgewerkt mechanisme. Veel um, uh, uitgebreide special moves die je kon uitvoeren. Uh, goede snelheid. Je zag dat het heel erg. Geïnspireerd was door Bloodborne. Bloodborne. en hier en daar ook wat Souls. Maar um, toffe bossfights ook. En um, ja, een, een, een waardige Souls-like game. Oké, okay. tof. <laughs> Nummer 7. Jazeker. Ik, ik heb lang getwijfeld of ik die niet veel hoger uh, zou zetten. Uh, maar uiteindelijk is hij op 7 terechtgekomen. En ik twijfel nog steeds of dat de juiste positie is. Maar uh, Sifu. Oeh. Ja, ziet hoe zij. hoger moeten? Nee. <laughs> wat? Ik heb hem hoger. Ja, ik... maar ik zei, ja, wat, wat moet ik er... Een... Wat moet ik een... Ah, man, waar moet ik hem voor vervangen? Zet maar, als je, als je er nog bedenkt, zet maar in de comments. Nou, ik wil hem toch omruilen voor dit. Ja. Maar, uh, hey, dit was al een breath of fresh air zeg. Godverdorie. Ja. Hier, hier zaten veel van ons naar uit te kijken. En het uh, delivered hoor. Hey, my god. En frustrerend bij tijd en wijle. Ja. Omdat hè, het is een, een, een roguelite natuurlijk. Van, oh ja, maar je, wordt, hè, je gaat dood en je wordt steeds ouder. Dus je hebt een x aantal pogingen, een x aantal jaren, om deze hele game zo in één ruk te doorlopen. Ja, en dat was natuurlijk de, de, natuurlijk de kunst. Om uiteindelijk in een uurtje of vier van begin tot het einde te geraken. En nog niet dood te zijn. Nog niet oud en versleten te zijn. Ja, de, de, het steltje, de... de, de de, 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 de hoe zeg je dat? Het respect voor de martial arts. Dat ja. Dat dat. Uh, dat ze hoog in het vaandel droegen. Ja, dat maakte wel het Sifu een hele, hele toffe game was dit jaar. Ja, het, het, het had het, 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 heeft hetzelfde. Het spiegelt de weg van. Van kung fu. Hoe, hoe je daarin progress, dat zit hier zo goed in. Absoluut. Ik ben absoluut. heel benieuwd hoe hoog uh, die eindigt in onze gezamenlijke uh, uh, lijst. Ik denk dat veel mensen hem sowieso al in hun top 10 ja, zullen hebben. Denk het ook. Ja. Ik denk dat hij op vier of vijf zal eindigen. Ik, ik heb, ik, dat vermoeden heb ik ook. Ja. En dat dat ik is een prima heel heel positie om te, om te vertoeven. Ja. Als Sifu zijnde. Ja, tof. Um, op zes um, heb ik Steel Rising. Um, ook weer een Souls-like game. Uh, zeer vermakelijk. Eentje met uh, easy, normal en hard mode. Iets wat je niet vaak ziet. Nice. Maar ze hebben je de keuze gegeven om uh, de moeilijkheidsgraad aan te passen. Ik heb hem op normal gespeeld en daarin was hij redelijk goed te doen. Uh, dit is een game die ik nog graag wel een keer in hard mode zou willen spelen. Omdat hij ook echt heel erg goed in elkaar zit. Toffe backdrop die je niet vaak ziet in zo'n game. Uh, de Franse Revolutie, 18e eeuw. En uh, ja, daarbij passende vijanden en een, uh, een protagonist. Ja, ook een, een robotica. Uh, waar, die, waar die ook armor heeft die je kunt aanpassen. Die uh, ja, ook gewoon de meest bizarre tegenstanders tegenover zich krijgt. Maar ja, tof, tof. Oh, Zo'n zo character, dat is wel grappig. En, en, een robotica, weet je wel. Dat je dan in de chat zegt, zou je het doen? Zou je het doen? Zou je het doen? Erotica. En dan zijn er zijn mensen die het zouden doen, ja. Een ja. robot. Uh, chick. Maar ja, ik bedoel, los daarvan. Leuke, uitdagende gameplay. Goede backdrop. Uh, ondersteund door een uh, allergisch verhaal. Uh, voor mij een van de verrassingen van dit jaar wel. Zeker. Waarom hebben dat soort games heel vaak en jij zegt nu inderdaad Franse revolutie, dus dat heeft wel heel wat, dus wel wat anders. Maar waarom heeft het zo vaak iets steampunkies of H.P. Lovecrafties? Nou, zo vaak. Zie je steampunk toch niet terugkomen in dit soort games? Ja, oké. Okay. Steampunk. Taimisha had dat ook al een beetje. Ja, maar dit uh... ook, namelijk. In, in stukjes, hè. Niet, niet, het is niet full-on overal alle steampunk. Maar mm -hmm. uh, altijd onderdeeltjes, uh, weet je. Ja, maar zo raar is het niet wanneer je de Franse Revolutie als backdrop hebt, natuurlijk. Nee. Nee, nou, oké, okay, maar daarom. Ik, ik vind die games zo op elkaar lijken allemaal. Dan zou je ze daadwerkelijk moeten spelen om te zien dat er daadwerkelijk veel verschil zit, tussen zit, hoor, uiteindelijk. Ook als je ze gewoon naast elkaar als screenshots. Ja, er is niks. Steel Rising is niet te vergelijken met Elder Ring, is niet te vergelijken met Time Asia. Okay. De, de, drie, de, de drie games uh, die echt wel Souls-lijk zijn, zeg maar. Ja, uit je wel. Dus. Maar. Nee. Oké. Okay. Ik vind ze niet te veel op elkaar lijken, nee. Alright, vijf. Uh, ja, ook een game van uh, redelijk in het begin van het jaar. Total War, Warhammer 3. De trilogie is eindelijk uh, voltooid. En daarbij kregen we dan ook de uiteindelijk de complete wereld niet veel later. Van 1, 2 en 3 samen. Ja, dit is, dit is een ongekend grote en, en uitgebreide speeltuin. waarin je kunt vertoeven met zoveel verschillende facties. En ik heb, ik heb ook nog maar een factie ervan kunnen spelen. Zo groot is het. En, want dit is zo'n zo absolute time-consumer. Je Tijd, kan het hele jaar deze hebben. game spelen. Dat kan makkelijk. Ja. En dan. Dus je, dan, dan, je, je, je speelt hem een paar keer uit en dan ga je weer met een andere factie aan de slag. Die je weer andere uitdagingen geeft. Uh, andere wegen die te bewandelden zijn. Het is zo ontzettend goed. En um, Warhammer is echt de, de, de juiste zij, het, het juiste zijpad dat ze bewandeld hebben. Die fantasy uh, insteek die ze gegeven hebben aan Total War uh, maakt het echt, uh, ja, echt fantastisch. Maar dat gaat nu dus niet meer terugkomen, zoals je laat blijken omdat het een trilogie is. Ja, dit is duidelijk een trilogie. Maar ik denk dat ze nu wel zien van, hé, hey, er is meer tussen hemel en aarde dan alleen maar die historisch quasi-accurate uh, Total Wars. Ja. Uh, er kan veel meer mee gedaan worden. Dus wie weet wat we nog gaan krijgen hierna, weet je wel. Ja. Ik, ik, ben, uh, ik ben wel weer voor... Ik doe eerst maar een, uh, veel, een Rome 3 of zo. En komt daarna weer met uh, een, een nieuwe samenwerking. Uh, met een andere franchise of zo. Ja. Ik heb Boris hier niet over gehoord. terwijl hij ook een RTS-speler is. Ja, maar hij is niet zo'n fantasy guy dan, volgens mij. Nee, dat kan. Ja. In deze combo was voor jou uh, solid. Dit was voor mij meer dan solid, zeker. Nice. Nummer vier? Ja. Toch? Ja, 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 ja. Nummer vier. Een paar jaar geleden nog uh, de onbetwiste nummer één. Uh, maar dit jaar uh, kon ik hem niet hoger dan 4 zetten. En eigenlijk. zou ik God of War Ragnarok willen wisselen met Sifu. Ik heb God of War Ragnarok op 4 staan. Ja. Eigenlijk wil ik Sifu op 4 en God of War Ragnarok op 7. Oh, je hem of gaat alles een stapje nee, ik naar laat beneden? Ze je switcht ze gewoon. Ja. Nou, nice. Ja, hoe, langer ik, hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ja. enthousiast ik. Ben over God of War Ragnarok. Maar dat, dat laat het wel heel negatief overkomen. Want ik heb me zeker wel vermaakt. Met, met name de combat en uh, de storytelling. Maar, oh man, die puzzels. En andere uh, elementen die de game zo ontzettend ophielden. Zo vertraagden... Uh, ...de repetitie in, 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 in puzzels ook... ...moet je weer drie van die dingetjes... ...ping, ping, ping... ...moet je binnen tien seconden kapot maken. We hebben het in, in deel één allemaal al gedaan... ...en nu moesten we het nog een keer doen. Ik vond het fucking irritant. Ik vond het niet tof. Ik gaan er liever een film van zien. Ja, weet je wel. Er, was, er is ook een x-aantal uur inderdaad... ...aan filmpjes, uh, ja. geloof ik, in deze game. Hè? Maar neem niet weg dat het... ...een, een fantastisch oog in de wereld is. Uh, wat ik al zeg de combat is heel uh, solid... Um, ja, er gebeuren ook wel dingen die je emotioneel weten te raken toch wel, want de, wat ik zeg, de storytelling is sterk en, maar tegelijkertijd je zit eventjes te kijken, van, mhm, wat zou ik hier nou het beste kunnen? En, en dan begint meteen weer iemand je, 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 je psychic begint in je oor te tetteren hé, hey, je zou misschien eens even hier kunnen kijken wat je kan doen ja. hou je back, weet je wel hier zat ik helemaal niet op te wachten ik probeer zelf iets te, uh, te ontdekken ik ben ja, zelf aan het exploreren. Een rare, mainstream-achtig ding dat Sony in hun game stopt omdat ze denken dat dat nodig is. Het is heel weird. Ja. Uh, onder de streep uiteindelijk uh, toch uh, meer dan uh, uh, genoeg mee gemaakt om hem in die top 10 te zetten. Want ja, het is uiteindelijk natuurlijk wel een, uh, het is een uitstekende game. Ja, logisch. Nou, uh, nu waar het echt om gaat: de top 3. Ja. Toch? Ja, kijk, iedereen weet natuurlijk al wat er op 1 staat. Weet je wel? Maar ja. dan is het de vraag, oké, okay, wat staat er dan op 2 drie skate? Nou, ja. dat zal ik je vertellen. Op 3 is dat de Plague Tale Requiem. Nice. Storytelling, sfeer, graphics, de backdrop, de achtergronden, de wereld, de characters. Hoezo is dit beter dan uh, God of War? Omdat het allemaal wat minder in je face is of zo. Uh, het, is wat, het is wat grittier, het is iets minder kleurrijk, het is een... De, de, de pest die weer helemaal welig aan het rondtieren is. Ik weet het niet. Het, het pakt mij meer. Uh, ook gevoelsmatig, emotioneel uh, is de weg die zij afleggen, afleggen. Van begin naar het einde. Ja, die, die raakt mij meer. Staat meer op het spel of zo? Ook, ook omdat je weet wat er in. Je, je, je kent de backstory inmiddels. Je weet wat er met dat jochie aan de hand is. En ik was al invested dus in deze twee. Met het eerste deel. En, um, en maar God of War, daar ergerde ik me al aan uh, zo'n lief. Ja. Dus dat ben ik ook blijven doen wel voor een groot deel in het tweede deel. Nou, ik was minder invested in die twee. En het is Kratos, en wat de god of war is. Dus ergens voelt dingen misschien nooit heel erg uh, uh, evil, omdat je bent, je bent al zo sterk. Ja. En dit is veel breekbaarder natuurlijk. Ja, ik, precies, en Kratos was, is wel een beetje soft geworden in deel 2 daarbij. Ja. Maar ach ja, er zal voor gekozen zijn. Ik vond, ik vond in ieder geval de, de character building uh, sterk in, in, in Requiem. Um, de, de, de actie was zo nu en dan wel wat frustrerend. Dat je zo. Oh, kut, oh... Weer steeds bepaalde stukken opnieuw doen. omdat je weer gespot werd. Maar over het algemeen. Uh, solid qua AI en zo. Um, de vijanden die je tegenover je kreeg. Ja, heel sterk gedaan. Ja, ik ben het zeggen. knap dat de. de van de ontwikkelaar. dat ze zo hier. Uh, op deze plek eindigen. Ben ja, maar dat zeg ik. Focus Entertainment heeft echt gewoon. Uh, hele, dingen, hele goede dingen in huis. Ja. Uh, de laatste paar jaar. En ja, dat is uh, natuurlijk de uitgever volgens mij. Ja, maar ja, ik bedoel. Dat zegt wel wat over uh, de uitgever toch. Ja, uh, dat ze gewoon dat soort titels in hun beheer hebben, als het ware. Dus, dus ze hebben goede... Net als sommige rappers hebben goede beatpickers. Sommige rappers zijn goede beatpickers. Andere rappers zijn slechte beatpickers. Ja. Toen, oh, kut, maar je bent zo'n goede rapper. Ja, maar je hebt kut. Je, je, je pakt zulke kut beats, weet je wel. Ja. En uh, Focus Entertainment uh, pikt uh, de juiste beats de laatste tijd. We hebben het niet gehad over muziek uh, in, in dit interview. Maar dat gaan we misschien nog wel een andere keer doen. Dan. Ja, nee, maar goed. Dit was in ieder geval een, een game met een hele mooie soundtrack ook. Uh, God of War, een prima soundtrack. Uh, nummer 2? Ja, nummer 2 heeft een alle, totaal ander soort soundtrack. Echt corny ass, pop ass, J-pop. Uh, Bayonetta 3 uh, karakteristieke, uh, obviously, gekke yeah. uh, soundtrack, weet je wel. Maar ja, ik zat een beetje te twijfelen tussen 2 en 3. beetje het stuivertje wisselen. Komt Bayonetta 3 op 3 of uh, een Tale op 3? Uiteindelijk, omdat ik toch gewoon een, een, een sucker voor action ben... voor sexy stylized, stylized action, is het uh, Bayonetta geworden. Dat ondanks wat tekortkomingen hier en daar uh, toch weer fucking solid was. En insane. Heerlijk om te spelen. Uh, op de Switch die ik geleend heb. Van, uh, op de Switch van Hitch. Um, ja, die, die jongen is goed voor me geweest. Ja? Yeah. Ja, dit jaar. Shout-out naar Hitch. Shout-out naar Hitch, absoluut. Uh, maar um, ja, het is een genot om te spelen dit. Als je gewoon houdt van snelle, vloeiende actie... Ondersteund door een, ja, een verhaal dat geen naam nog mag hebben. Maar dan is dit gewoon je, je fucking game. Er is niks beters qua absolute actie dan Bayonetta. Het is niet moeders mooiste. Ik weet dat jullie... Wat is dit voor lelijk shit? Wat zit ik naar nou te kijken over? Dat, dat met die krap over de muren. Dat was een van de kutstukken uh, die ze weg hadden mogen laten. Maar... De toevoeging van die uh, gigantische creatures en zo, die je kunt oproepen, uh, zorgt weer voor een extra dimensie uh, in, in, in deze game. Wat, wat met meer variatie. Uh, niet altijd even geslaagd, maar ja. Goddammit, het is gewoon een heerlijke game. Liep hij goed op de Switch? Ja, hij liep uh, als een zonnetje op de Switch. ja. Nice, ja. Dus uh, vandaar, een hogere notering voor Bayonetta 3. Ja. Nou, iedereen weet natuurlijk dat Elden Ring dan op één staat. Ja, dus we kunnen het hierbij wel laten, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ik denk dat als mensen de review... Uh, uh, maar maar nou, dat is het ding. Is je, is je is mening of, of je visie erop nog een beetje veranderd sinds dat je de review hebt gedaan? Waarom is dit zo laag? Het ding is wel, wat, 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 ik moet, wat ik andere Souls games moet nageven, is dat ik ze altijd wel opnieuw heb gespeeld. Of New Game+. Plus. Deze game heeft mij zo overweldigd, ergens, qua grootsheid, dat ik niet opnieuw ben begonnen. Of dat ik geen New Game Plus heb gedaan. Nog. Nog niet. En ik weet ook niet dat het gaat gebeuren. Maar misschien als het DLC komt, dan pak ik hem weer op. Maar ik vond deze game zo groot. En mensen zeggen wel, ja, maar als je mijn tweede keer doorloopt, dan, dan ben je er in 24, 25 uur al doorheen. Maar ik ken mezelf. Ik moet en zal alle nooks en crannies in zo'n game weer doorlopen. Weet je wel? En het is alweer een hele tijd geleden dat ik hem gespeeld heb. Dus ik ben ook weer heel veel locaties vergeten. Dus ik ga er weer 80, 90 uur in steken, denk ik. En het is, dat is te veel voor mij. Ik, kan dat, ik heb daar geen tijd meer voor. Weet je wel? En ik moet mijn tijd economisch verdelen over games vandaag de dag. Dus, ja, maar er hoe... komt een tijd dat je, even dat je even twee weken geen games uh, uh, op de radar hebt staan. En wie weet is dat het moment om dan weer in Elden Ring te stappen, inderdaad. Maar nee, dit, dit is voor mij gewoon zo'n game. Heerlijk dat ik daar 125 uur heb in, in heb gestoken en bijna alles heb kunnen doen wat er te doen viel. Maar daarna was het ook wel even klaar. Um, maar nou, als ik er nu weer naar zit te kijken, uh, dan denk ik toch van, oh, misschien toch maar eens even kijken hoe het er nu voor staat, weet je wel. En. Uh, want ik geloof dat de laatste is ook weer een, een uitbreiding uitgekomen. Uh, waarin je tegen elkaar in een colosseum kunt opnemen bijvoorbeeld. Nu ben ik nooit echt een PvP-guy geweest. Maar ach, wie weet. Kunnen we eens een keer een poging wagen. Weet je wel. Maar ik ben vooral meer benieuwd naar eventuele DLC. Maar kijk, het is ja, een beetje een publiek geheim dat, dat dit mijn, mijn shit is. En tuurlijk komt deze game... Elke keer wanneer een From Software game uitkomt... Weet je al, want die komt gewoon op nummer 1 in Skates'n top 10. En dat, dat is gewoon een fact. Ik ben benieuwd of dat bij de volgende ook zo is. Bij Armored Core, ja, ja dat, dat weet ik niet. Nee. Dat, maar dat hangt ook weer vanaf wat er nog meer uitkomt. Want Armored Core komt uit in een jaar dat Wolong uitkomt. En uh, een, een, een Team Ninja-game, Nio, uh, is ook altijd uh, spektakel. En uh, gegarandeerd een nummer 1 of 2-positie. Uh, ja. Ik geloof dat Nio 1. Uiteindelijk op de tweede plek kwam. Maar dat kwam omdat Nier Automata in datzelfde, in datzelfde jaar uitkwam. En die heb ik uiteindelijk op nummer 1 terecht laten komen toen geloof ik. Dat was ook een fantastische game. Uh, dus het zal, uh, het zal uh, lastig worden om te bepalen wat mijn uh, nummer 1 van 2023 gaat worden. Nou dat wilde ik inderdaad net zeggen. Kijk, kijk je uit naar uh, 2023 qua game, -jaar? Ja natuurlijk. Ja. Kijk vraag me van wat komt er allemaal uit in 2023 skate? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat er veel uitkomt. Ja. En um, daar gaat ongetwijfeld ook weer uh, het nodige tussen zitten. Wat mij heel erg gaat aanspreken. Ik hoop dat bijvoorbeeld ook een Wu Kong eindelijk eens een keer een release date krijgt. En dat die in 2023 uitkomt. Want ja, die geile beelden zijn allemaal leuk en aardig. Maar op een gegeven moment willen we een release date, weet je wel. Ja, um, ja. geef me vier, vijf van dat soort games. En mijn jaar is al goed in principe. En stel dat een Starfield. Me toch nog wel uiteindelijk weet aan te spreken. Omdat ik nu op dit moment nog een beetje te bang ben. Dat men te veel wil met die game. Dat het te groot wordt. Te wijdgestrekt. En. Um, ja. In een tijd dat ik meer streef naar. wat compactere games. zeg Of maar. dat ik meer uitkijk naar. wat iets compactere games. Met een begin en een eind. als het even kan binnen 40, 50 uur. Ja. Um, Starfield gaat dat niet zijn. Nee. Ik denk dat je daar zeker enkele honderden uren in kunt gaan steken. Nou, misschien dat je de main story in 50 uur wel kan uh, pakken. Ja, wellicht. Maar wil ik dat? Ja, misschien moet ik dat wel uiteindelijk. Dat kan ook. Stel dus je dat je dat games anders bij gaat spelen, bijvoorbeeld of zo. Ja. Dan kan ik niet even op een dode gemakkie alle Nooks en crannies gaan uh, nee. doorzoeken. Tenzij we die game twee weken van tevoren krijgen. Weet je wel, maar dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Dan is 120 uur nog steeds heel veel. Ja, maar. Dan is het doable. Dan moet ik weer. Dan moet ik even een, ges een, een goed gesprek aangaan met, uh, met de dames thuis. Ja. Maar dan, da daar valt een mouw aan te passen. Vet. En persoonlijk, niet gaming-wise, maar persoonlijk ook zin in de 2023. Ja, Ja, ik, ik heb nu juist. Uh, ik, heb, ik, ik ruik nu eindelijk gewoon aan de uh, Good Life, zeg maar. Niet van de Mansion en een Yard, absoluut niet. Daar ben ik ver van verwijderd, maar ja. <laughs> a house and a car and huh? food. A house and a car nou and ja, some food. Huis wordt de volgende stap. Maar ja. Ja, wordt, dat wordt niet Amsterdam. Want dat kost een godsvermogen. Maar als ik nog twee jaar... Uh, en, en mijn vriendin. Als wij nog twee jaar kunnen hebben wat we dit jaar hadden. Dan is over, dan, dan is over twee jaar uh, bijvoorbeeld iets als een hypotheek. Wordt wel een realiteit. Daar waar dat tot vorig jaar gewoon nog pure fictie was. Ja. Um, wordt dat in de Randstad. Wordt dat misschien terug in Brabant. Dat hangt er ook een beetje vanaf. Ik wil dat mijn vriendin echt nog gewoon keihard gaat schijnen de komende jaren. Zeg maar. Want die is zo hard aan de weg aan timmeren binnen ja. haar vakgebied. Ja. Ja, ik, ik, ik kan mijn werk in principe overal doen. Weet je wel? En om af en toe even vanuit Brabant hier naartoe te rijden, is ook een uurtje gedaan. Ja. Maar zij moet echt in de randstad zijn voor haar werk. En ik wil gewoon dat zij alles, alles eruit haalt wat eruit te halen valt. En als dat betekent dat zij nog de komende paar jaar niet naar Brabant terug zou kunnen. Dan blijven we in Amsterdam. Dus dan moeten we. Of dan moeten we gewoon hier in de buurt. Gewoon eens even rustig gaan zoeken. Even ja. kijken wat, het, uh, wat er te betalen is. En. Uh, ja, dat zien we dan wel. Maar dat, de, ja, dat zijn volgende stappen waar ik nu eindelijk aan mag gaan denken. Uh, gewoon, ja. Binnen enkele jaren niet meer in die sociale huurwoning hoeven zitten. Dat, uh, dat zou. Uh, een mooi, uh, dat is een mooie gedachte om. Uh, naar vooruit te kijken, zeg maar. ja En ja, ja, wat 2023 betreft hoop ik dat ik deze lijn die nu ingezet is, uh, hoop ik, uh, die hoop ik echt wel te kunnen doortrekken. Ja, ja nou, ik denk dat, uh, dat wij allemaal vinden. Uh, en in ieder geval dat voor je hopen. En hopen dat we daar wat aan kunnen bijdragen. En um, bedankt voor het openen van deze uh, reeks eindejaarsinterviews. En um, tot een volgende.